mijn microfoon deed het de hele tijd niet. Nu ben ik er tenminste wel. Welkom allemaal bij deze gloednieuwe livestream en of video. Het ligt er natuurlijk aan wanneer je hem aan het kijken bent. En vandaag is het zover. Er is een nieuwe, maar ook echt een hele nieuwe update in Minecraft. Dit is namelijk de 1.17 update. En vandaag ben ik dan ook niet alleen. Vandaag ben ik namelijk samen met mijn allerbeste Minecraft vriend Dennis. Vriend Dennis. En wij gaan alles verkennen van die nieuwe update. Er zijn zoveel nieuwe dingetjes uit. En ik heb er zoveel zin in. We zitten bijna op de 1000 likes. Dus klik allemaal op dat duimpje omhoog. Klik ook op de abonneerknop hier beneden. Alle nieuwe abonnees komen namelijk vandaag allemaal met hun naam live in beeld op de stream. Ik ga me unmuten. En als het goed is, komt Dennis er dan ook zo aan. Ik hoop het maar dat Dennis eraan komt. Alrighty. Dit is dus ook een nieuwe abonnee. Te goed bedacht. Dankjewel voor het abonneren op mijn kanaal. Shout-out to you. Ik denk dat we Dennis maar eens gaan zoeken. Kunnen wij Dennis hier ergens vinden misschien? Even kijken. Waar is mijn muis? Daar is mijn muis. Hallo, Dennis! Waar is Dennis? Dennis zit al wel in de game. We spawnen hier trouwens in een heel bijzonder gebiedje. Maar dit is niet een van de nieuwe gebieden. Maar er zijn wel heel veel nieuwe dingen in de 1.17 update. Maar waar? Oh, ik zie daar al een boompje verdwijnen. Is Dennis daar nou al aan het survivalen zonder mij? Dennis, je moest op mij wachten! Waar is Dennis überhaupt? Oké, zullen we Dennis zoeken, mensen? Laat het dan weten in de chat door ja te zeggen, oké? Zeg allemaal ja in de chat als wij Dennis moeten gaan zoeken. Ik heb geen idee waar die is. Hallo, Dennis! Zitten daar nou... Oh nee, dat is geen pompoen. We moeten trouwens ook niet al te veel rennen. Ik heb namelijk niet zoveel eten. En we zitten hier in een of andere gekke woestijn. Dus daar hebben we ook niet zoveel te doen. En we zitten op de 386.800 abonnees. Dat is insane. Dank jullie voor het abonneren allemaal. Maar waar kan Dennis zijn? Oké. Dennis! Alex! Oh, jeetje, ik hoor je ineens. Waar ben je? Alex! Ja! Ik sta op deze berg! Welkom, waar ben jij? We zitten in een berggebied met je. Ik sta op deze berg. Alex. Ik hoor je wel ergens in de verte. Kom eens naar de zijde. Oh mijn god, ik zie jou! Waar? Ik zie jou! Oh, voor me! Dennis, daar helemaal heel in. Ver! Oké. Hallo? Ja, Dennis? Ja? Ik denk dat we een klein probleempje hebben. Hoe kom ik ooit bij jou? Ja, je bent wel heel ver. Ik zie. Je bent ook heel klein bij mij. Ja, bij mij ben jij ook super klein. Ik weet niet eens of de mensen jou kunnen zien. Is het zo ver? Oké, ik heb denk ik een ideetje. Ik zie daar namelijk een soort van trappetje misschien oplopen. Au! Mijn voet! Au! Dat deed pijn! Oh, maar ik ga gewoon proberen. Nee, oh my god. Ik moet komen! Alex, pas op! Oké, ik pas op. Oh, ik zie een geel bloemetje! Geel bloemetje! Waar? Heb je een geel bloemetje? Bij jou! Zal ik hem voor je meenemen? Ja, nee, ik ga hem meteen halen. Die wil ik hebben. Dennis' favoriete kleur is namelijk al... Ben je er nou al? Ja, ik ben er bijna. Jeetje, zo moet ik dan zoveel moeite doen om naar jou te komen als je hier al bent? Ja, weet ik veel. Ik dacht, ik moet toch jouw kant op. Okay, bij mij was het niet Dennis, heel erg levend. Alleen maar wat dode bloemetjes. Ik zie je, Dennis. Ja, het is hier een beetje dood waar we zijn gespannen. Maar dit is volgens mij wel een heel zeldzaam gebied waar we gelijk zijn gespannen. Ja, volgens mij ook. Steentjes. Dennis. Hey, daar ben je. Ik heb al wat dingen voor je verzameld, Alex. Oh, wat heb je? Wow. Heb je dit Kijk allemaal eens aan. Zitten maken? Ja, ik heb allemaal van die dode boompjes gevonden. En daar kreeg ik sticks van. Je hebt het allemaal dus van dode boompjes gemaakt dus. Ja, dus ik maak zelf ook even wat tools. Even zo. En dan... Hey Dennis, er zijn volgens mij ook dingen die wij in dit gebied kunnen vinden, die je alleen hier hebt, hè? Ik weet Zoals? Namelijk dat je hier verborgen mijnen hebt wel eens, maar die zijn echt moeilijk om te vinden. Het is sowieso al moeilijk om dit gebied te vinden. Maar je hebt volgens mij een soort verborgen mijnen hier soms. Ik weet niet of dat goed is, laat het anders lekker weten in de chat natuurlijk. Maar volgens mij kan dat hier. Klopt dat jongens wat Alex zegt? Zijn er verborgen mijnen hier? Denk het. Maar ik wil ook dingetjes zoeken van een nieuwe update. In een nieuwe update zag ik namelijk ook dat er geitjes waren. En ik wil een geitje. Maar waar kunnen we die vinden dan? Weet je dat ook? Of dat ik nog niet? Ik zou het niet weten. Ik weet wel dat er ook nieuwe ores zijn als het goed is. Er is koper, zag ik, toch? Ja. En iron ores. Alle ores zijn gewoon heel anders volgens mij. Dus diamond ore is anders. Iron ore is anders. Gold ore is anders. Redstone ore. Alles is anders als het goed is, toch? Ja, volgens mij wel zover ik weet, dus of dat ik zag. Ik wil eigenlijk ook een keertje gaan minen zometeen.
Nou, zullen we als eerste misschien een plekje vinden en dan een beetje aan een huisje beginnen? Want zoals je al ziet wordt het donker. En okay. We hebben wel een bedje nodig. Ja, daar heb je zeker gelijk in. Oké, ik moet mijn microfoon trouwens iets harder zetten, zeggen mensen. Ik zet hem wel iets meer zo. Oké, dat is beter, denk ik. Maar ja, ik heb trouwens een vraagje voor iedereen die kijkt bij Alex en bij mij. Hebben jullie al wel een duimpje omhoog gedaan? Inderdaad, is jouw duimpje omhoog al blauw? De mooiste kleur die er is, toch Dennis? Nee, kijk, ik zei het gisteren ook al. Als de duimpjes geel konden zijn, had ik het gedaan. Maar ik heb de blauwe duimpje blauw gemaakt, dus maak ze allemaal lekker blauw. Ook bij Dennis natuurlijk. Oh, Alex, het is nu al donker. Oh jee, Dennis. Ja, dit kan nog eens een probleempje worden. Ik moet heel even trouwens mijn microfoon instellen volgens mij. Even kijken. Nog iets harder. Oké. Ik denk dat hij nu goed staat. Ik hoop het. Tenminste, ik heb Dennis' geluid wat zachter gezet en het andere geluid. Maar mijn microfoon, als het goed is, een soort van harder moet klinken. Oké. Dennis, ik ben er klaar voor. Waar moeten wij een bedje maken? Als we een bedje hebben... Dennis? 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 Hallo? Dennis is er niet meer! Dennis? Hoor je mij? Waar is Dennis nou weer? Is Dennis gewoon weg? Oh, Dennis is gemute. Nou ja, dan kan ik jullie allemaal in de tussentijd natuurlijk vragen om te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Al heb je dat nog niet gedaan, dat zou super tof zijn. Want we zitten bijna op de 387.000. Dennis, je bent gemute. Ja, ik ben er weer. Ja, ik dacht al, je had ineens een of andere koptelefoon op je hoofd opgezet of zo leek het wel. Ja, ik moest even iemand bedanken, die deed helemaal gek. Oh, oké, nou dat moet ook gebeuren. Maar Dennis, we hebben een klein probleempje. Dennis, zit je nou op een rot vlees te eten? Ja, ik weet ook echt niet hoe ik hier aankom. Het was er gewoon in mijn inventory. Maar, okay, ik heb geen idee. Het komt er dus op neer. We hebben een klein probleempje. Al kijk je daar, zie ik daar allemaal monsters. En ik hou niet zo van monsters, oké? Ik zie ook een skelet staan. En ik vind die skeletten ook niet leuk. Want die schieten altijd op mij. En die willen me doodmaken en zo. En dat is gewoon niet fijn. Ik wil gewoon iets van een nieuwe update vinden, oké? Ja, ik ook. Ik bedoel, daarvoor zijn we hier, toch? Daarom. Dus ik denk dat we sowieso een bedje moeten vinden. Ik wil een geitje vinden. Dan moeten we volgens mij naar een berggebied, toch? Ja. Oké, we moeten... Ik dus wil als eerst een geit vinden, ja, inderdaad. Ja, dus we moeten op zoek naar een berggebied. We moeten gewoon lekker veel op verkenning gaan vandaag. Dus ik denk niet dat we echt een bedje hoeven... Nou, een bedje wel, maar een huisje... is niet echt iets wat we vandaag hoeven te maken. Oh! Nee, maar misschien een heel klein huisje. Echt een mini-huisje. Ja, maar misschien kunnen we beter een soort tentje maken... die we steeds mee kunnen nemen. Dat is toch een goed idee? Dat is een mega goed idee. Ja, we gaan gewoon kamperen overal. Dat is zo'n goed idee. Oh, Dennis. Dennis! Ja? Er staat hier zo'n eng skelet. Oh, nee. Laten we er met een wijde bocht omheen lopen, oké? Ik wil niet bij hem in de buurt komen. Ik heb ook letterlijk gewoon geen eten, Alex. Oh jee. Ik heb een appel! Ik hou ook echt niet van de nacht. Nee, ik ook niet. Moet echt heel snel een bedje hebben. Ik ben bang in de nacht, dat weet ik wel. Ja, dus wil je niet zo ver rennen, Alex? Oké, Dennis, ik doe rustig aan. Maar ik word helemaal bang van al die monsters hier. Ik wil helemaal niet bij die monsters zitten. Ik ben hier ook nog nooit geweest in zo'n soort gebied. Nee, ik hoor zombie. Dennis... Nee! Ik wil wel! Ik ben bijna dood! Ik moet dit stuk vlees nu wel eten! Die is niet lekker! Ik sloeg jou helemaal niet! Dat was ik niet! Even kijken hoor. Oh, waar zijn we ook helemaal beland? Ik weet het niet, Dennis, ik weet het niet. We zitten echt in een middle of nowhere ergens gewoon. Geen huisjes, helemaal niks. Ik zie ook geen mine hier, of een verlaten mine, die ik wel wil vinden eigenlijk. Ja, het is gewoon leuk. En ik wil een geitje hebben, want de geitjes zijn dus nieuw. Maar ik weet niet waar ik die moet vinden. Ja, ik weet wel waar ik die moet vinden in een berggebied namelijk. Dennis, kom je mee? Ik kom eraan. Oké. Nee, ik weet niet wat hier gebeurt op mijn stream. Wat dan? Mika... Die doet allemaal doneren. Oh, wat?
Ja, maar echt al 8 keer. 27 euro. Wow! Ja, dus Dennis... Mika is wel genoeg hoor. Het is niet nodig. Dennis, waar moeten we heen? Ik zie daar allemaal mobs. Ik denk niet dat we die kant op gaan, denk je wel? Ja, maar Dennis, kijk daar eens! En daar! We moeten er tussen. Kom, we gaan hierheen. We gaan hierheen, we gaan omhoog. Ja, dat is een veel slimmer idee. We hebben trouwens ook een pickaxe, dus we kunnen gewoon de blokjes hakken hier zo. Maar dat duurt wel even alleen. Ik denk dat we het best een beetje kunnen springen of zo. Ja. Ik heb hier een pad. Oh, okay, een skeleton. Oh, een skeleton. Dennis, ik wil weg hier. Oh nee, creeper, pas op. Laten we ontploffen bij de spin. Ontplof, creeper, ontplof. Hij wil niet ontploffen. Oké, Dennis, rennen. Rennen, Dennis! Rennen, kom op. Oh, ik kan niet rennen, ik heb geen eten. Ik heb de spin gekild. Oh, ik heb ook eten nodig trouwens. Ik heb bijna geen eten meer omdat ik net ziek was. Klop. Maar er zijn hier ook geen dieren, er is hier helemaal niks. We zitten de hele tijd in een stomme woestijn. Dat meen je niet. Oh, Dennis, kom. Ik ben bijna opgeblazen door een creeper. Ik heb wel nog genoeg leven. Oké, ik heb niet meer genoeg levens. Die stomme spin heeft het van me afgepakt. Waar zijn we ook, Alex? Het is hier zo donker. Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar ik wil gewoon iets van een village tegenkomen. Of diertjes. En oh my god, maar er zitten hier zoveel monsters. Wanneer wordt het dag? Hallo? Oké, de maan begint al wel onder te gaan, Dennis. Ik dacht dat jij dat was. Een spin. Auw. Dennis, huis bouwen. We moeten nu een huis bouwen. Bouw je in. Oh nee! Dennis, bouw je in! Nee! Niet doodgaan. Nee, er komt nog een stomme creeper aan ook. Wat moet ik hier allemaal mee doen? Ze komen allemaal achter me aan. Nee! Dennis, ik ga me ingraven. Ik moet wel. Wat? Help! Oh nee, ik kan me hier niet ingraven! Help! Oh nee, Dennis! Help! Ik ben ook aan het rennen voor mijn leven. Oh nee. Oh, die stomme monster. Ga, laat me met rust. Help, nee. Hoezo moeten ze mij hebben? Dennis, oh nee, hier nog een skeleton. Alex, ik vind het niet meer leuk. Ik ben dood. Oh my god, Dennis. Oh my god. Nee, joh. Maar wat nu? Waar ben ik? Ik weet niet waar jij bent. Nee. Jij bent een span. Ik weet niet waar die is. Ik ben weer helemaal terug, Dennis, Alex. Wat nou, al bouwen we elkaar onszelf nu eventjes in en wachten we tot de dag is, oké? Ja, laten we dat maar gaan doen, want dit gaat wel even duren anders. Ja, zeg dat wel, ja. Er is net trouwens ook een insane donatie binnengekomen van Mika Schuring. Er zit niet eens een berichtje bij. Mika die denkt gewoon zo van hier, neem eventjes 28 euro mee. Die komt gewoon met 28 euro donatie. Mika, echt een ongelooflijk grote shout-out naar jou. Dit is in freaking zane gewoon letterlijk. Hier support je het kanaal en de video's en alles is gewoon echt enorm mee. Dus dankjewel voor die 28 euro donatie. Wajo! Oh my god. Mensen, vergeet natuurlijk ook niet te abonneren trouwens, want we zitten bijna op de 387.000 abonnees alweer. Dat is ook echt niet normaal hoe snel dat gaat. Eventjes kijken. Ik moet even wat dingetjes open hebben voor de subcount, zodat ik daarnaar kan kijken. Hier, we moeten er nog maar ietsje meer dan 100. En dan zitten we er al op letterlijk. Oh my god. Dat is niet normaal. Oké, kan ik hier nog wegklikken? Ja, dat kan. Toppie. Oké, is het al dag buiten? Dat is de vraag. Ik wil Dennis... Oh, ja, het wordt dag. Oké. Ga allemaal naar... Oh nee, Dennis, waar ben je? Dennis! Oh, hij hoort me natuurlijk niet. We zitten veel te ver van elkaar weg. Oh, en er is hier een woestijn. Oh nee, dit is een strandje. Wat is dit nou weer? Au! Oké. Ik ga ook gewoon bijna dood hier. Dat is niet normaal. Maar ik heb eten nodig. Ik kan ergens eten vinden. Hoe moeten we nou weer aan eten komen midden in een woestijn? Ik denk dat ik gewoon bomen moet gaan hakken. En moet kijken of ik daar appeltjes uit ga krijgen. Ik denk dat dat de enige oplossing is voor mij. Om op dit moment eten te krijgen. Dus, of ik ga hem wachten tot hij dood is. Nee, oké, dat doe ik niet. Ik ga gewoon boompjes hakken. Dat wordt mijn tactiek. Want er lopen hier ook geen dieren rond. Mika, what the heck? Hij komt gewoon weer aan. Met een 28 euro donatie. Die komt ook elk moment in beeld. Dit is niet normaal, what the heck? Oh my god, gooi allemaal even een hartje in de chat. Een mooi blauw hartje natuurlijk. Speciaal voor Mika, want dit is niet normaal, freaking maal gewoon letterlijk. Oh my god.
Hey, is Mika ook bij jou? Ja, maar dit is insane! Ja, dat is niet normaal. Alex, waar moeten we heen? Ik wil hier zo snel mogelijk weg. Ja, ik heb een beetje het probleem. Ik heb geen eten meer. Ik moet hier ook zo snel mogelijk weg, Dennis. Ik ben appeltjes aan het proberen te verzamelen nu. Ik kan je mijn coördinaten trouwens geven. Oh god. Wil je mijn coördinaten hebben? Ja, doe maar. Okay, alhoewel, ik denk dat ik eerst eventjes... Weet je wat we doen? Ik ga eventjes snel dingen verzamelen. Zodat we een bedje kunnen maken. Dus ik ga gewoon even hier rondkijken. Oké. En dan kom ik zometeen naar jou toe. Wacht Dennis, ik heb een idee hoe ik naar jou toe kan komen. Nou? Oké, blijf daar, ja? Ja? Blijf daar. Let op. Oh my god. Ik ben er! Ja, dit is ook een manier. Ik bedoel, we hebben toch niet zo heel veel spullen. Nee, daarom. Maar, dat dacht ik precies ook. Ik wil alleen zeggen dat ik misschien wel een stukje verder weg weer ben gelopen. Oh nee, Dennis, nou heb je me weer? Nou weer alleen gelaten? Nou, het was hier ergens in de buurt, dat weet ik wel. Ik heb trouwens een ideetje, zwemmen hier... Oh my god. Klein momentje, Dennis, ik ben zo terug. Waar ga je heen? Oh my god. What the heck, Mika? Dit is niet normaal. Hij heeft er letterlijk nog twee achteraan gegooid. Wat de freaking heck, Mika? Twee keer nog. En €28 daarna. Betekent dit, zijn het er nou... Hij heeft er vier keer €28. Dat is gewoon meer dan €100 aan donaties. Mika, echt een enorm dikke shout-out naar jou. Dit is insane. Gooi allemaal lekker die blauwe hartjes nog steeds in de chat voor Mika. Wajo, dit is niet normaal. Wat de heck? Oh my god. Oké, ik ga Dennis weer unmuten. Want anders denkt Dennis ook van waar is Alex nou de hele tijd? En we moeten Dennis ook niet alleen laten. Dan wordt hij bang. Hoi Dennis! Hoi Alex! Oké, ik ben er weer. Er kwam heel eventjes wat tussen. Wat begon met de M en eindigde met Ika. Mag ik raden? Jij mag raden. Mika? Ja, precies. Oh, ik zie hier wel een octopus, maar die kunnen we niet opeten. Die is niet zo lekker. Oh, Dennis. Ja? Ik heb de jackpot gevonden. Heb je gevonden? Visjes! Huh? Visjes, allemaal visjes! Oké, maar we moeten wel echt zo snel mogelijk uit deze biome, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Want het is hier heel moeilijk. Om aan eten te komen, dat is niet normaal. Deze visjes, dat is letterlijk de enige manier hoe we aan eten kunnen komen. En appels dan trouwens ook. Appels en visjes. Maar dat is niet zoveel, kan ik je vertellen. Nee, ik denk ook niet dat we daar heel veel aan hebben. Daarom. Dus laten we maar gewoon het water gaan volgen. Laten we gewoon gaan zwemmen. Ja, precies. Dat gaat denk ik het snelst. Ik kom achter je aan, Dennis. Oké, top. Kijk hoor. Het is hier wel een beetje smalletjes. Oké, okay, zo. Het is hier heel smalletjes, ja. Zijn er hier nog visjes? Hallo, er zijn hier geen visjes, Dennis. Oh, wat moeten we hier mee? We moeten zo snel mogelijk weg uit deze vijver. Oh, Dennis! Dit is een nieuwe oor! Oh my god. Wow, is dit een nieuwe? Dit is hoe Cole er vanaf nu uitziet. Maar wat is er veranderd? Alles, zie je dat niet? Nee. Hoezo zie je dat niet? Alles is veranderd. Zien jullie het in de chat? Laat het dan nu, maar dan ook echt nu weten. Is het cool echt veranderd? Dit is echt veranderd, ja. Oké, mensen, laat het lekker weten in de chat, oké? Okay? Jawel. Wat de heck? Er komt weer een €28 donatie trouwens net binnen van Mika. Ik moet Dennis dan de hele tijd even muten, want anders schreeuw ik heel hard door zijn stream ook heen. Maar Mika, wat de freaking heck? Dit is niet normaal, maar let alsjeblieft wel een beetje op je geld, want dit is echt te bizar voor woorden wat je nu gewoon aan het doen bent. Wel heel erg bedankt. Weet dat je hiermee het kanaal echt ontzettend erg mee support. Dus dankjewel. Shoutout naar Mika alweer gewoon. Voor de vijfde keer volgens mij. Wat hier achter deze berg zit. Want we moeten hier echt weg hoor. Dennis, zullen wij kijken wat er gebeurt als je de kool hakt? Oh, nou, ik ben al op deze berg. Hak jij de kool maar? Dat is dus het probleempje. Ik moet eerst de berg op voordat ik het kan hakken. Want ik heb hout nodig. Ik heb wel sticks van het dode boompje. Oh, ik heb hier een boompje. Ik kan het hout naar beneden gooien als je dat wil. Ja. Dat zou top zijn, maar ik ben er volgens mij al bijna. Okay, ik ben namelijk helemaal deze berg op aan het... Oh! Ja, ik ben er bijna, Dennis. Ik ben er bijna. Wow! Alex, het wordt weer langzaam donker. Oh, nee. Niet weer. Oh, Dennis, we moeten echt
heel gauw weg hier. Ik denk dat daar het einde is van de biome, Alex. Dus waar ik denk, zo? Misschien is het beter om de kool achter te laten en gewoon weg te gaan. Dat denk ik ook inderdaad. Maar jullie hebben nu tenminste de nieuwe kool kunnen zien. Dus dat is wel super tof. En er zijn dus nog veel meer ores. Letterlijk alle ores zijn sowieso veranderd. Het is geen texture pack of wat dan ook. Alles is gewoon helemaal veranderd. We moeten weggaan, Alex. Ik kom eraan, Dennis. Eerst hebben we namelijk weer een 5,50 euro donatie van Mika. Mika zegt er ook gewoon niks bij. Het is weer zo van hier. Alsjeblieft, weer een 5,50 euro donatie. What the freaking heck, Mika. Wojo, dankjewel. Dat sowieso. Heel erg bedankt. Wojo. Oké, nu moet ik achter Dennis snel aanrennen. Anders rent Dennis weg zonder mij. Dennis! Waar ben je? Ik kom je aan. Ik kom eraan. Maar waar zit je? Ik ging helemaal rechtdoor. Ja, maar welke rechtdoor? Om de berg af. Ja, maar de berg is zeg maar... Ja, voor jou. Ja, hallo? Hallo? Deze kant? Nee, andere kant, andere kant. Hele waar je net kant. Naar beneden keek. Waar je net naar beneden keek. Hier zo. Nee, ja, deze kant. Oh, daar! Hallo, joh! Hallo! Oh, nee, Dennis. Dennis, dit is hoog. Dit is heel hoog. Nee, dat red je wel. Oké, hier is het water. Ik kom er aan. Klein momentje. Ik wacht hier wel op je. Dankjewel, even kijken. Dankjewel. Hier nog... Oh, allemaal visjes. Dennis? Zijn er visjes? Ja, heel veel. Oh, oké, dat is top. Dat is helemaal top. Kom hier! Ik kom eraan, Dennis. Ik kom eraan. We moeten alle visjes doodslaan. Want we hebben het eten nodig. Oh, ik zie hier trouwens een cave. Misschien kunnen we daar nog meer ores in bekijken. Dennis. Wop. Dennis. Zo, dat is weer oh, hier is een... Ja, zee. Ik ben even de visjes aan het... Oké, Dennis. Ik ga even kijken in de cave of ik een nieuwe oor kan vinden nog. Is goed. Even kijken, wat hebben we hier allemaal? Oh, het is hier wel heel donker en ik hou niet zo van een donkere grot. Ik voel... Ja, hier is de kool weer. Oké, ik ga nu proberen te hakken om te kijken wat er dan gaat gebeuren. Even kijken hoor. Meer! Table. Wat zeg je? Nee, ik praat tegen de visjes. Oh, Dennis toch. Oké, laten we eerst even steentjes hakken. Dan ga ik een stenen pickaxe maken. En dan kunnen we het kool hakken. Nou, dat kan volgens mij ook al met een houten. Maar ik wil het doen met de stenen. Want ik vind de stenen gewoon wat fijner. Even kijken, doen we dat daar. Oké. Kijk, hoe ziet dit eruit? Oké, kool ziet er nog hetzelfde uit. Iron, als je dat hakt, ziet dat er wel anders uit, dacht ik. Maar kool is gewoon echt exact hetzelfde, letterlijk. Dus daar hebben we nog niet zoveel. Ja, wel hè. Maar het ziet er wel mooi uit. De oor ziet er wel mooi uit. Heel anders dan wat het eerst was natuurlijk. Hier. Maar voor de rest is het niet heel erg veranderd of iets. Ik kan nu wel toortjes maken met het kool wat ik heb. Dus zo donker zal het niet meer zijn in de nacht als wat we net hadden. Oh nee, ik hou niet van de visjes. Dennis, ik heb een zwemmen idee. De hele tijd weg. Dennis, zal ik een bootje maken voor ons? Oh, Dennis! Ja? Kijk eens in die grot. Oké, ik kom eraan. Ik heb voor je, vijf voor je, visjes. Voor je. Boven. Ja? Wat is dat? Is dat goud? Waar? Daar. Of iron, daar. Boven. Oh, wacht even. Even kijken hoor. Hoe zie je dat niet? Je staat ervoor. Oh ja, dan ga ik even aan de kant. Ik heb blokjes nodig om er naartoe te kunnen, Dennis. Ik zie het niet. Hoe kan je dat daar. Niet zien? Naar beneden. Nee, boven je. Oh, Dennis, boven je. Daar. Daar. Waar? Daar! Waar? Daar zo! Naar boven! Er zit hier helemaal niks! Ik wijs er naar, je linkerkant! Oh, daar! Oh, daar! Je ziet het nu pas! Oh, Dennis, even aan de kant. Oh, en er ligt ook hier beneden. En er ligt ook iron volgens mij, maar is dit nou goud? Oh, en er ligt koper! Dat is het nieuwste oor wat er is. Alles ligt hier gewoon. Oh, er ligt hier ook iron. Maar ik stond helemaal naar boven te kijken in plaats van daar. Nee, je moet op de muur kijken. Maar kijk, dit wil ik hakken. Wat is dit? Is dit nou goud? Ik weet het niet. Volgens mij is dit goud, want ik kan het niet hakken. Ik ga maar even een crafty table maken. Dit is goud, wat? Sinds wanneer kun je zo hoog goud vinden? Ik wist dat niet eens. Wat de heck? Dat is zo ziek. Dat je dat zo hoog kan vinden gewoon. Mika, weer met de 11 euro.
euro donatie. What the heck, Mika? In freaking insane. Het blijft gewoon insane. Dankjewel voor deze enorme donatie alweer. Wajo. Even deze. En het wordt donker. Wordt het weer donker? Oh nee. Ja, ik denk dat jij gewoon dat bootje moet maken dat we meteen weg moeten gaan Dennis, hier. Ik wil het goud hebben. En het koper. Ja, maar... Ik wil het hebben, oké? Maar we vinden het ergens anders wel, Alex. Oh, wat vinden jullie? Moeten we weggaan en het ergens anders opnieuw vinden of niet? Laat het weten in de chat. Ook bij Dennis natuurlijk. Gaan we Dennis overhalen om hier te blijven of gaan we weg? We hebben nog niks. Dennis is misschien slimmer, maar ik weet het niet, oké? We hebben letterlijk niks om hier te blijven. Nee, maar dat is waar. Ik denk dat we weg moeten inderdaad. Ik wou gewoon een bout hakken. Kom, we gaan weg. Oké. Kom er aan. Dadelijk gaat er weer één van ons dood en dan... Ja, dan moeten we elkaar weer gaan zoeken. Oh, oké. Okay. Mensen, we moeten een andere keer terugkomen van Dennis. We gaan een andere keer... Strakjes gaan we nog een keer minen. En dan gaan we het weer vinden, oké? Okay? Heb jij een boot? Nee, ik kan er eentje maken. Kijk, dan doe ik even zo. En dan heb ik één boot. En die gaan we met z'n tweeën delen, ja? Ja, is goed. Oké, we gaan hem samen delen. Kijk. Oeh, mijn crafting table viel bijna naar beneden. Oké, okay. Stap maar in de boot, Dennis. Komt u maar mee. Ja, we kunnen gaan. Let's go. Oh, eindelijk van deze plek weg. Ik vind het zo maar ver, helemaal Dennis. Niks hier. Nou, het is hier wel erg, hoor. Oh, ik hoop wel dat we het allemaal opnieuw kunnen vinden, maar Dennis. Ja? Had jij dat ook gehoord? Dat als iedereen die nu aan het kijken is op de abonneerknop drukt, we sowieso meteen diamonds gaan vinden. De nieuwe diamonds. Ja, dat klopt. Dus maar... allemaal die al... Nee, kunnen we me gelijk al vinden? Zie je het niet? Onder je. Nee, het is voor mij echt te donker, hoor. Dennis ziet het gewoon niet. Er staat een nether portal hieronder. Echt? Wacht, ik wil even uit. Dat is door iedereen die net op de abonneerknop heeft gedrukt. We hebben gewoon zoveel geluk gekregen. Oh, jeetje, het is wel heel donker hier inderdaad. Maar is er hier een kistje, is de vraag. Vast wel, toch? Oké, is er hier een kistje? Ja, er is een kistje, Dennis. Er is een kistje. Wat zit erin? Oh, er ligt allemaal goud in. Maar Alex, wat is dit? Oh, er ligt allemaal goud in. Een aansteker, een iron. Oh, ik moet naar boven. Ik moet naar boven, Dennis. Ik moet lucht halen. Oké. Dennis? Ik heb het overleefd. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb het overleefd. Ik ga snel weer naar boven. Ik heb alles gevonden wat ik moet hebben, oké? Okay? Weet je wat ik heb gevonden? Wat heb je? Ik heb een chestplate gevonden en ik heb een hoedje gevonden. Het hoedje mag jij hebben, ja? Ja, mag ik die? Pak hem in het water! Oh, Alex! Hij Alex! Hij naar beneden, Dennis! Pak hem! Ik moet even omhoog! Nee, paniek! Oh nee, Dennis. Waar is die? Ik dacht, die blijft wel draaien van die hoed. Oh, maar dat doet nee. hij niet. Ik heb trouwens ook een goud appeltje gekregen en wat iron nuggets. Oké, letterlijk. Ja, hij is weg. Is hij weg? Ja, ik heb het helmpje niet. Oh, hij ligt daar, Waar? Pak hem! Hiervoor. Hij drijft wel. Oh, wat? Inderdaad. Ik dacht al, hoe kan het dat hij ook niet drijft? Maar hij drijft gelukkig wel. Oh, oké, laten we nu maar snel gaan, Alex. Ik heb nog niet zoveel hartjes meer. Oh, ik heb wel eten. We gaan heel snel weg hier, oké. Welke kant moeten we op? Het loopt hier namelijk aan alle kanten een beetje dood. Het is niet zo'n grote zee als dat ik had verwacht, volgens mij. Ik denk dat we deze kant op moeten, eigenlijk. Kijk, jij zei toch net iets over de diamonds? Dat als iedereen abonneert, dat we dan diamonds krijgen. Dat klopt. Maar heb je ook wel verteld dat als ze niet op dat duimpje omhoog hebben gedrukt, dat een huisje ontploft met TNT? Dat is ook zeker waar natuurlijk. Of dan komt er een creeper, dat kan ook altijd nog. Dus klik zeker allemaal op die duimpjes omhoog. Daar is de creeper al! Oh nee. Dennis, we gaan terug. Ik hou niet van creepers. Zie je, we liggen niet. Al die duimpjes omhoog en allemaal op de knop hier beneden natuurlijk. Als je dat niet hebt gedaan. Dan maak je hem namelijk van rood naar grijs. Of dan kan je gewoon schilderen dan. Dan kan je gewoon een schilder worden. Maar nu weten we gewoon waar al die creepers vandaan komen. Heel veel mensen hebben nog niet op dat blauwe duimpje geklikt. Dat zal het waarschijnlijk zijn. Ik denk het persoonlijk wel. Maar waar moeten wij nu helemaal heen varen, Dennis? Want het loopt echt aan alle kanten dood hier letterlijk. Daar naar het zand. Ga naar het zand daar. Naar het zand hier? Naar rechts. Hier, daar. Naar rechts, daar naar het zand. Oké. Wat wil je hier doen? Nee, verder. Wacht, verder dat zand. Dennis, ik heb een ideetje. Zullen we een oven maken om wat eten in op te warmen? Ja, maar zoveel eten hebben we niet. Wel het bootje meenemen. Klein momentje, Dennis. Ik ben zo terug. Ja, is goed.
Ik wil namelijk eerst nog een paar mensen bedanken voor alle donaties. Mika kwam namelijk ook weer met de nieuwe donaties. Mika, dikke shout-out naar jou. En ook Davino met de 1,50 euro superchat sticker. Davino, ook een dikke, maar dan ook echt dikke shout-out naar jou. En we hebben de 387k gehaald. Oh my god, we komen zo dichtbij. De 400.000 abonnees. Dat is niet normaal letterlijk. Dus bedankt allemaal voor het klikken op de abonneerknop. Ik wil niet doodgaan. Oh nee, Dennis is me aan het beschermen. Dankjewel Dennis! Oh my god, maar we hebben gewoon de 387k gehaald. Dat is insane letterlijk. Dus dank jullie allemaal voor het abonneren op mijn kanaal. Echt waar, de supporters zijn insane. En we hebben bijna de 3000 duimpjes omhoog alweer. Wat ook bizar is natuurlijk. Oké. Ik zit weer terug in de Discord, dus ik kan Dennis als het goed is weer horen. Hallo Dennis! Dennis is zelf ook gemute. Waarschijnlijk is hij zelf ook eventjes wat aan het vertellen tegen zijn kijkers die op het moment meekijken. Maar wat moet... Ik verslikte me een klein beetje nog steeds. Alex? Nee. Dennis, ik heb geen idee waar we heen moeten. Ik wil op het water blijven. Mag ik varen? Ga jij maar varen, Dennis. Ik weet niet waar we heen moeten namelijk. Maar op het land is het gewoon niet veilig hier. Zeker niet in die grote woestijn. Want er zijn gewoon veel te veel monsters overal. En ik vind monsters niet zo leuk. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik heb ze persoonlijk liever niet. Ik hou ook niet van monsters, maar laten we maar gewoon mega ver gaan varen. Echt ja, mega ver. Dat is een heel goed idee, maar Dennis, we hebben alleen een probleempje. Het is hier één groot rondje, dus we moeten wel via het land gaan. Hoe bedoel je een rondje? Kijk eens om je heen, het is één groot rondje waar je zit te varen. Ja, maakt niet uit, we gaan hier aan land. Ik neem het bootje mee en dan gaan we weer een stukje verder. Oké. Oh nee, Dennis. Komt een zombie aan! Dennis, oh nee, Achter, jij hebt het zwaard. Dennis, ik heb een idee. Heb jij geen zwaard? Ja, maar ik denk dat we dus eerst eventjes wat steentjes moeten hakken, hoor. Want ik heb gewoon niks anders. Dus ik ga even wat steen proberen te vinden, Dennis. Oh, een skeleton. Dennis, ik zei toch dat we op het water moesten blijven, gevonden. Alex. Een zombie. Een baby zombie. Ik zit in een of ander groot gat hier zo. Oké, ik ga op het water. Ik blijf op het water, Alex. Oké, is goed. Ik ga hier ondergronds het eten klaarmaken. Oh my god, gaan we naar dit stukje land hier. Oké, dan doen we de furnace eventjes zo, die zetten we daar. Doen daar wat kool in en dan doen we daar wat visjes in. Dennis, heb jij die visjes nog voor mij? Dan kan ik ze in de oven gooien. Ga me niet vertellen dat je ze allemaal kwijt bent, hè? Dennis. Ik heb ze misschien net opgegeten. Zijn er nog meer visjes daar zo die we in de oven kunnen doen? Ja, er zwemmen die hier heel veel. Oh, dat is helemaal super. Maar dan moeten we ze wel eerst zien te killen. Oh. Dat is ook nog een probleempje. Ik heb er ook kelp in gedaan. Kan je kelp eten? Dat weet ik niet. Ik ga het proberen. Het kan blijkbaar wel in de oven, kom ik net achter. Dus ik ga het proberen. Kan je kelp eten? Oh, dat kan! Ja! Als je het in de oven doet, kan je het eten. We kunnen gewoon die plantjes hakken als eten en dat in de oven doen. Jongens, wat houdt Aqua Infinity in? Dan kun je volgens mij wat sneller hakken onder water, dacht ik. Wat zeggen de mensen in de chat? Even kijken hoor. Oh, oké, het wordt weer dag. Als het dag is, gaan we meteen weg, Alex. Ja, meteen. Dat vind ik een hele goede, Dennis. We moeten gewoon gelijk maken. Dat dus eigenlijk... nooit meer terugkomen. Eigenlijk moet je nu al naar me toe komen. Dan kunnen we meteen weg. Ja, ik ga even wachten tot de laatste kill. Nee! Hij had net die laatste kill niet. Hij was er bijna. Oké, ik heb tenminste iets van eten nu bij me. Dus daar... Oh, ik heb nog één... Oh nee, ik heb 3 cooked salmons. Oké, ik ben blij met het eten wat ik heb. Ik kom eraan. Kijk, ik blijf hier in mijn bootje. Er zit een zombie op wachten. Ik moet een zwaardje hebben natuurlijk. Dus ik ga even een zwaardje maken. Zo, vooral kom ik een monster tegen. Heb ik tenminste een zwaardje om ze lekker mee neer te knuppelen zometeen natuurlijk. Even kijken, hoe kom ik omhoog met de terracotta die ik heb gevonden allemaal. Ready, ja jongens, eraan. Het doel is ook om een bedje te maken, maar we komen gewoon geen schapen tegen. Dennis! Moet je kijken waar we zitten. Help, Oké, Alex, Dennis, snel! Dennis. Varen! Oh nee, ik moet eten. Ineens komen er allemaal monsters achter me aan. Oh ja, de kelp is allemaal op. Dennis, die kelp dat was maar goed voor een half hungerbarkje per keer, per hapje. Oh nee, daar hebben we dus ook helemaal niks aan. Nee, zeg dat wel.
Alex, ik vind deze wereld niet zo leuk. Nennis, ik ook niet. We moeten snel weg hier. Ja, maar je hebt gelijk. We varen hier gewoon echt in een rondje. Daarom, waar kunnen we een stuk lopen? Hier zo? Gewoon rechtdoor. Ja, we gaan hier gewoon rechtdoor en dan gaan we gewoon een stuk lopen, meteen. Gewoon één kant rechtdoor. Ik wil gewoon een geitje tegenkomen. Maar we zitten alleen maar in hetzelfde gebied hier zo. Dus zet hem hier even aan wal en dan gaan we hier lekker lopen. Oh, maar wat waar, we doen... Dit is waar we vandaan kwamen, Dennis. We moeten de andere kant op. Weet je het zeker? Ja, want dit is de cave waar ik het goud vond. Oh ja! Dus die cave lijkt een beetje op een creeper. We moeten precies de andere kant op. Maar, we gaan gewoon alleen maar lopen, oké? Okay? Ja, we gaan gewoon rechtdoor. Zombies niet stoppen. Hakken we neer. Niet stoppen, nee. Behalve voor eten dan. We hebben echt eten nodig ook. Dat is echt belangrijk. Hebben ze hier geen McDonald's? Dennis, er is niet overal een McDonald's, oké? Okay? Oh, ja, ik Tenzij we ineens een McDonald's tegenkomen, dan gaan we wel even door naar McDrive, toch? Als we die tegenkomen onderweg, dan gaan we er wel even langs, ja. Ja, dat vind zeker. Ik een heel goed idee. Oké, ik ga mijn bootje gewoon hier parkeren en dan gaan we lopen, Dennis. Het is... Oh, je stuitert helemaal terug. Ja, goed zo, neem jij de boot mee, we gaan lopen. Oh. Ik hou niet van lopen. Oh. Lopen duurt altijd zo lang, ik heb helemaal geen zin in. Waarom is het hier zo groot? Normaal kom ik nooit zo'n gebied tegen. En nu wil ik eruit en nu kan het niet eens, want het is veel te groot. Het is ook gewoon onmogelijk om hier een einde aan te vinden. Daarom, we gaan gewoon rechtdoor. Ja, ik heb het einde gevonden! Echt, letterlijk ja, als ik dat zeg. Eindelijk! Oh my god, en allemaal visjes. Oh die my ga ik god, meenemen. Ja. Die gaat dood, dankjewel. Heb ik nou boomiel gekregen van een vis? Wat? Ik wist niet dat het kon, dat heeft hij blijkbaar wat verkeerds gegeten. Oké, ik ben achter jou. We zijn er eindelijk! Het heeft zo lang geduurd, dat is niet normaal. Maar hier Alex? Is eigenlijk een normaal gebiedje waar we hopelijk wat diertjes kunnen vinden. En wat eten kunnen maken en kunnen minen voor de nieuwe spulletjes. Ik wil wel nog steeds een geit vinden, Dennis. Alex, we hebben maar één missie voor nu en dat is een bedje maken. Want als één van ons doodgaat, dan spawn je weer helemaal daar. Baby varkensje! Oh, ja, maar ja, het is leuk, maar we hebben eigenlijk schaapjes nodig. Ja, maar deze kunnen we echt niet vermoorden. Dennis, deze niet zo, vermoorden. Zo, ik pak even wat visjes. Deze mag niet dood. Hier nee, deze doen we niet vermoorden. Niet dood, kijk, daar is wat, wat liep daar. Wat? Wat liep daar? Nee, niet de kleine. Dennis, alsjeblieft, stop. Oké, je hebt gelijk. Dat was zijn moeder. Ja, dat klopt. Oké, ik doe hem wel wat eten geven. Ja, doe dat maar. Nee, maar niet zijn moeder eten geven. Nee, Dennis. Alex, we hebben eten nodig, oké? Hij gaat je toch geen eten geven? Hij is veel te klein. Oh ja, dat is waar. Oh, dat was ik misschien even vergeten. Die kleine, dat was een foutje, jongens. Die kleine... Dennis. Ik zie een berggebied. En weet je wat dat betekent? Geiten. Dat betekent geitjes. In een nieuwe update zitten namelijk ook geitjes. En die kunnen we als het goed in het berggebied vinden. En dat is tenminste de bedoeling. Die willen we namelijk zoeken. Ik wil gewoon een eigen huisgeit. Ja, maar Alex, je weet dat ze niet allemaal zo even vriendelijk zijn, hè? Nee, ik zag er al een paar in de trailer die iedereen van de map afduwde. Dus laten we die duwden hem letterlijk van de berg af. Oh, en er is hier een grote grot. En misschien kunnen we hier ijzer vinden. Nee, Alex. Schapen moeten zombie! We vinden. Dennis, er zit hier een zombie. Nou, wat je ook doet, ik ga een schaap zoeken. Ga hier weg. Oké, ik kom mee. We moeten echt schapen vinden. We hebben een bedje nodig. Waar we ook doen. Waar is het berggebied nou? Weet ik niet. Ik ga gewoon rechtdoor. Ja, maar ik moet naar het berggebied. Daar. Ik wil een koe. Of een koe. Een geit. Oh, hier is het. Hier is het, Dennis. Huh. Waar ben je? Ik ben als Tarzan door de bomen aan het klimmen. Oh, ik zie er... Ik zie ze! Ze staan hier! Waar ben jij? Ze staan hier! Dennis, kom snel! Er staan hier allemaal geiten! Waar? Oh, boven, daar ben boven, je! Boven! Ik zie... Oh nee, dat is vuur. Oh, Dennis, er is daar een bosbrand gaande. Ik zie er allemaal geitjes. Kijk dan! Ik wil ze ook zien. Oh my god, ik weet niet of we in de buurt kunnen komen. Zijn geiten gevaarlijk? Au. Ja, dat denk ik wel. Oh, je zei dat ik de bomen moest beklimmen, maar kan hier ook gewoon omhoog? Oh, ja, dat kan ook. Ik heb het dan de moeilijke Oh, ze staan daar. Dan, Dennis, niet te dichtbij komen. Alex, ik vertrouw hem niet. Nee, ik zag in een filmpje dat ze allemaal mensen van de bergen afduwden, maar... Ja, dat heb ik dus ook gezien, ik wil, Alex. Ik wil wel een beetje in de buurt Oh, hier komen. Staat er één.
Waar, Alex, boven... kom mijn kant op. Alex! Oh nee, Dennis, kijk uit. Dennis, kijk uit. Oh nee. Oh, daar loopt hij. Het is een echte berggeit. Dit is ziek dat hij... Oh nee, Dennis, hij loopt hier. Ik neem even snel wat eten. Hij komt naar me toe. Hij loopt naar jou. Dennis, kijk uit. Hij staat naast je. Hij is denk ik vriendelijk. Hij staat gewoon hier. Hallo meneer het geitje. Oh, hij peukt een beetje tegen me aan, maar hij is gewoon aardig. Hallo meneer de geit. Oh, hij is echt lief. Oh. Nee, hij is lief, Dennis. Hij is lief. Hij doet je niks. Nee, ik doe hem ook niks, maar... Hij wil een kusje geven, lijkt het wel. Hij staat echt zo van... Mwah. Dit is zo vet. Dennis, ik wil een geitje meenemen. Ja, alsnog vertrouw ik het niet helemaal. Wat kunnen we een geitje als eten geven? Maar... Wat geeft een geitje? Wat geeft een geitje, Alex? Dennis, ik ga hem proberen te aaien, ja? Ja. Oh, nee! Nee, van naar beneden! Sorry, geitje. Het spijt me. Zelfs dan doet hij je niks, trouwens. Hij is echt niet agressief. Hij wil gewoon weer naar zijn vriendjes op de berg. Omdat hij er nu van afgevallen is. Zie je, hij wil gewoon echt de berg beklimmen. Au! Dennis! Hij dropt niks. Je moest er toch even al... Hé, kijk! Cool! Je hebt net een geit vermoord! Ja, we moeten toch hier overleven? Heb je gezien hoeveel hartjes ik heb? Dat was onze geit! Ik heb 4,5 hartjes. Ja, leuk. Maar dat was onze geit. Ja, was. Ja, was. Zeg dat wel. Er zijn wel genoeg geitjes, Alex. We moeten eerst een bedje vinden. Oh, Dennis, ik zie allemaal koetjes. Ik ga de koetjes vermoorden voor eten. Kom op. Pak even dit. Maar dat zijn dus de geitjes van de nieuwe update. Ze zagen er zo leuk uit. Dat is niet normaal. Het is echt een leuke toevoeging, die geitjes in Minecraft. Oh, ik krijg ook super veel eten van de koetjes. Dankjewel. Maar we nemen ook sowieso een geit als huisdier. Ja, ik wil een geit als huisdier. Okay, Alex, ik vind echt dat we alsnog een huisje moeten maken, hoor. Wat zou je denken? Met een geitje. Ik denk dat we gewoon op verkenning moeten gaan. Ik wil echt op verkenning gaan voor zoveel mogelijk nieuwe dingen eigenlijk. Maar we hebben de geitjes al gevonden. Maar we hebben toch een thuisbasis nodig? Wat zeg je? We hebben een thuisbasis nodig. Dat is waar. En dan kunnen we op zoek gaan naar speciale diamonds. Die wil ik namelijk echt vinden ook. Wow, ik heb mega veel kool. Echt mega veel. Dat is top. Oh, ik heb hier weer een geitje. Hallo, geitje. Zo, en dit. Hoeveel hebben we al? We hebben echt veel. 28! Jeetje, ik heb er ook nog 9. Ik heb er 9. En het blijft maar doorgaan. Okay, is dat altijd zoveel kool, jongens? Jij kan dat zoveel? Veel kool naar beneden, volgens mij. Ik ben nog niet klaar en ik zit op 37. Wow! Dennis, ik zie trouwens een grasgebied daarachter. En ik weet dat je daar wel makkelijk villages in kan vinden altijd. Het gaat maar door. Ben je nou nog steeds kool aan het hakken? Oh, ja, is nog hetzelfde stuk. Dennis, ik viel heel erg weer naar beneden bijna. Maar ik heb het overleefd. We hebben wel echt een bedje nodig, inderdaad. Ik heb hier ook kool gevonden, ik trouwens. Ik heb 5 kool. Zoveel kool. Oh, meer. Dat is niet normaal, maar het ziet er ook allemaal zo gek uit, dat kool. Ik wil echt diamonds vinden. Laten we inderdaad een thuisbasisje maken. En dan gaan we met al het kool wat we nu vinden, gaan we torches maken en dan gaan we minen. En dan gaan we op zoek naar de diamonds die we moeten hebben, ja? Goed idee. Even kijken. Ik heb nu ook best wel wat eten zitten hakken, dus dat komt ook goed uit. Of zitten hakken, zitten zoeken. Mag ik dan wat? Want ik heb letterlijk 4 hartjes. Jij mag ook wat, maar we moeten het eerst in de oven doen eigenlijk. Ja, dat moeten we wel doen. Waar ben jij eigenlijk? Ik ben de berg aan het beklimmen. Waar ben jij? Ik ben bij het plekje van de kool en de geitjes. Oh, ik zie je. Zo, even kijken. Oké, waar gaan we ons thuisbasisje maken? Zullen we het wel een beetje doen in de buurt van de geitjes? Misschien dat stuk steen daar? Waar? Daarachter zie ik nog een stukje. Dat hebben we nog niet verkend. Daar kunnen we wel heen. Laten we daar eventjes kijken hoe het er daar uitziet. En misschien dat we daar kunnen wonen als daar wat geitjes... Oh, ik zie daar al een geitje staan. We moeten eerst een beetje de boel verkennen, inderdaad. Dat is zeker een goeie. En dan kunnen we daar een klein huisje op zetten. Of een tentje, of wat dan ook. En dan... Oh, een schaap! Dennis! Ja? Ik heb een schaap vermoord. Oh, nog één! Ik zie trouwens daar ook allemaal bloemetjes daar. Oh. Ik wil eigenlijk naar dat plekje heen. Wil je naar de bloemetjes? Ik zie daar allemaal bloemetjes. Een heel vrolijk gebiedje daar. Ik wil in Bloemdam zitten. Ja, ik mis Bloemdam wel, hoor. Ja, ik ook. Ik wil weer snel terug naar Bloemdam.
Want dan had ik toch wel een beter huisje. Ja, Bloemdam is wat mooier dan deze bergen hier zo. Dat klopt, dat klopt. Maar, oh, ik begin wel heel veel schaapjes te vinden trouwens. Dus ik heb al best wel wat wol. Ik heb echt eten nodig. Oké, Dennis, ik zie jou hier. Hé, waar... nog een schaap! Oh, nog één! Goed zo, kill hem! Ik heb hem. Oké, waar is een geit? Laten we het huisje bouwen om een geit. Ik wil sowieso namelijk een huisgeit. Wacht, heb je al genoeg wol? Dan kunnen we in ieder geval één bedje maken voor een respawn point. Wacht, volgens mij wel. Als ik deze namelijk wit verf, kan dat? Ik heb een witte wol. Ik heb witte wol. Hier. Ligt daar voor je. Beneden. Hiervoor. Waar? Hier, hier. Oh, naar beneden. Hier beneden helemaal. Dankjewel. Oké, nu heb ik genoeg voor een bedje. Nu kunnen we die sowieso maken. Laten we hier anders voor nu... Waar zullen we slapen? Waar is een geitje? Maakt niet uit. We hebben snel een bedje nodig. Nee, ik heb geen eten. Nee, ik wil bij een geitje slapen, Dennis. Oké, nou dan gaan we bij de geitjes slapen. Die zijn... Waar zijn ze? Oh, we moeten rustig naar beneden. Ik moet niet doodvallen. Ik wil ook wat eten. Ja, dat gaan we strakjes maken. Ga ik dit wel overleven? Ja, dat doe je wel. Hoop ik voor je. Oh, ik heb nog maar 2,5 hartje. Oh jee, oké, dan moeten we snel gaan slapen inderdaad. Ja, hier is een geit. Oké, laten we hem in... Oh, hij springt! Wow! Hij kan mogerhoog springen, dat is niet normaal. Oké, Dennis, we moeten een huisje maken voor hem snel. Oh, god. Ik graaf hier een gat voor hem. Gooi hem daar erin, ja? De geit? De geit? Ja, tuurlijk. Doe maar in. Wacht, ik doe het zo. Oh, nee. Ik ga wel in het gat zitten. Oké, Dennis, ik heb een idee. Laten we even het bed maken alvast. Dan gaan we eerst slapen en als het weer dag is, dan gaan we het geitje erin doen. Slaap lekker. Ik heb geen bed. Maak hem, er staat een crafting table. Ik heb geen wol. Hoezo heb jij geen wol? Ik heb net mijn laatste wol aan jou gegeven. Ja. Dennis, dan kunnen we toch niet slapen. Nee, ik wou alleen even... Ik heb hier een stukje lichtgrijze wol. Het ligt in het hokje wat voor het geitje bedoeld was. Maar nu heb ik wel een respawn point, dus laat het bedje even staan. Oké, ja, dat is ook slim inderdaad. Dan ga ik er ook... Als ik nu dood ga, dan ga ik hier dood. Alex, er komt een spin aan. Oh nee. Hij komt naar mij. Waarom moet hij nou weer naar mij toe komen? Au, dat doet pijn. Meneer de spin, je doet me pijn, oké? Dat is niet lief. Oké. Oh, trouwens Dennis, ook killen wij spinnen, kunnen wij weer een nieuw wolletje maken voor een nieuw bedje. Dat klopt inderdaad. Oké, laat ik even maar zo. Maar ik wil ook een hokje hebben echt voor de geitjes. Dus ik wil één geit sowieso hebben. Maar hoe gaan we dit doen? Oké, dan heb ik sticks nodig en dan heb ik een schep nodig. En dan ga ik hem in de grond graven. Deze geit hier. Ik ga denk ik bezig met een klein huisje voor ons. We moeten echt een mini huisje hebben. Zo. Meneer de geit, wil je even deze kant op komen? Ik ben hem aan het vangen, Dennis. Het gaat goed. Ja, ik heb hem. Geef hem nog een lampje, meneer de geit. Kijk eens, geitje, die is voor jou. Dennis, ik heb hem opgesloten! In een hokje? Ja! Dat is stom. Hoezo stom? Zo. Nee, dat is top! Oh, niet stom. Ik dacht dat je stom zei. Ik dacht al van... Nee, ik zei top. Wat gek. Oh, en er is hier ook een cave. Oh, Dennis. Kom eens naar mij. Ik heb wat gevonden. Maar ik kan echt niet doodgaan. Dennis! Ik heb 2,5 hartje. Er is hier... Oh, nee. Er is hier een beestje en die vind ik niet lief. Oké, Dennis, blijf dan maar daar. Er is hier nog een skeleton en die wil mij killen. Ja, daarom blijf ik ook hier, want ik vertrouw het allemaal niet. Oké, ik heb hem dood. Oh, ik heb nog maar één hartje. Oh, maar Dennis, ik heb wel een vleesje. Wat heb jij gevonden? Ik heb koper gevonden. Dat is een nieuwe oor. Echt? Ja, dat ligt hier gewoon. Oké, zo. Wacht, dat wil ik zien. Ik wil eigenlijk wel graag hakken nu. Oh, ik hoor een zombie. Mag ik alvast een stukje hakken? Ja, doe maar. Oké, ik laat één stukje voor jou ook over. Kom ik dat? Is wow. Goed. Even kijken. Zo. Ik heb 3 stukken koper gelijk ervan. Oh, nee. Dennis. De zombie. Zombie, weg! Dennis, ik heb gewoon 3 stukjes koper gekregen. Ik heb er ook eentje voor jou laten liggen, zodat je daar ook nog naar kan kijken. Alex, weet je wat ik heb gezien? Nou? Als je zo'n speciale diamond of zo'n speciale shard hebt, kan je met 1 shard en 2 koper... Kan je zo'n verrekijker maken? Of nou ja, niet is echt een verrekijker. Maar is dat wat ik bedoel? Dat is zo vet! Wat een piraat altijd heeft. Een ooglapje. Nee. Een verrekijker. Ja, laten we het houden op verrekijker. Oké, we houden het op een verrekijker, Dennis. Dennis, ik ga ook alvast even wat eten in de oven leggen. Zodat we dat straks eens lekker kunnen opeten.
is goed. Ik maak een mini-huisje voor ons, ja? Oké, super. Dan kunnen we zometeen namelijk de mine in. En dan kunnen we op zoek gaan naar de nieuwe diamond. Samen met onze geit die daaronder al vast zit. Nee, Dennis, bouw het huisje trouwens bij de geit. Oh, echt? Oké. Hier, kijk. Hier hebben we een geit, hier beneden. Hij zit hier maar we kunnen toch ook gewoon de geit verplaatsen? Nee, dat gaat denk ik moeilijk, want ik weet niet wat geiten eten. Oké, dan plaats ik hem daar. Ik ga het hok van de geit mooier maken, ja? Zorg dat die mooi in de vloer staat, dan doen we er mooi glas overheen. Ja. Oké, dan wordt dit onze huisgeit. Hoe gaan we hem noemen? Dan mogen de kijkers bepalen. Dat is een goeie. Laat allemaal een naam achter voor onze huisgeit in de chat. Wat is de beste naam voor ons geitje? Ons nieuwe geitje. En nee, niet meneer geit. Hoezo niet meneer geit? We hebben al meneer Kippie, dat kunnen we hem niet aandoen. Nee, oké. Je weet dat hij dan boos wordt, Alex. Ja, dat is zeker waar. Dus laat lekker een leuke naam achter voor dit geitje in de chat hier beneden natuurlijk. Oh, het is hier zo smal, maar maakt niet uit. Oh joh, kan nog wel. Toch? Ja, pas wel. Pas wel. Komt goed. Anders zorgen we daar wel voor. Precies, dat dacht ik ook. Mensen zeggen, Geert, de geit, Flip. Flip de geit, hij kan wel heel hoog springen. Gert, de geit. Mensen zeggen bij mij Gert de geit ook inderdaad, Mr. Beast. Mensen zeggen berggeit. Berggeit. ik zie ook Mr. Bean in de chat, ik zie Betty de geit, dat is ook wel een leuke. Betty de geit. Oh mijn god. Oh, je moet er wel boven blijven bouwen inderdaad. Maar hier moeten we zo meteen glas boven doen. Oké, wat zien we nog meer? Geert de geit. Geert de geit, die is ook leuk. Klopt. Ja, we doen Geert de geit. Geert de geit. Oké, mensen, het wordt Geert. Oh my god. Nee, we kunnen hem geen schaapie noemen, jongens. Dat is een beetje beledigend. Ja, ik wou net zeggen, het is geen schaap, het is een geit, jongens. Oké. Ik zie ook wat kippetjes hier rondlopen. Ik ga kijken hoe het gaat met ons eten. Oh, nee. Oh, ik heb hem bijna laten ontsnappen. Dennis, ik heb al best wel veel eten uit de oven nu. Wil je ook eten? Dennis, ik heb eten voor je. Ja, ik wil eten. Oh, nee. Wacht even. Oh, nee. Dennis, wat doe je daar nou weer? Snel weg. Goed zo. Oh, niks aan de hand. Oké, alsjeblieft. En nog wat. Oh, lekker. Dat was echt nodig. Dat dacht ik al. Oh, dat heb ik echt nodig. Dankjewel, Alex. Alsjeblieft. Alex, kijk hier, Alex. Wat, Alex. Wat? Ik kom eraan. Wat is er? Is dit de echte? Dat is niet meneer Kippie, Dennis. Oh, dan gaat meneer weg. Kippie die zit thuis in zijn bench in Bloemdam. Dat weet je toch? Ik dacht misschien is hij ons. Oh nee, creeper. Niet bij het huis. Was op niet bij de geit. Nee, niet bij Geert. Oh nee, Geert ontsnapt. Oh. Geert ontsnapt, hij rent weg. Oh nee, paniek. Hij zat rennen voor zijn leven. Geert heeft pijn. Oh nee, Geert, kom. Oh nee, Geert. Heb je niks eten voor hem? Pas op een skeleton achter je. Oké, zorg jij voor die skeleton. Ik zorg dat Geert terug gaat, ja? Ja, Geert loopt terug. Hij loopt terug. Geertje, ga terug naar je huisje. Auw! Geert, jij mag hier wonen, dat weet je toch? Jij woont hier. Bones. Het hele gat is dicht van Geert. Het gat? Even kijken, dan even zo. Ik heb een nieuw Geertgat gemaakt. Kijk eens Dennis, nu zit Geert hier. Ja, oké. Ja, dit is top. Die is gelukkig weer terug op zijn plek. Allemaal door die stomme creeper. We moeten ons huis echt snel beschermen tegen al die beestjes. Tegen al die stomme creepers. Ik hou echt niet van creepers. Ik ga alvast wat glas regelen, ja? Dan kunnen we daar namelijk een mooie vloer voor maken, zodat we Geert altijd kunnen zien. Even kijken. Zo. Glas, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ik heb er 20! Oh, dat is echt top. Jongens, dank jullie wel voor alle duimpjes omhoog. Als je dat nog niet hebt gedaan, doe dat zeker eventjes. En klik natuurlijk ook op de abonneerknop hier beneden. Als je dat nog niet hebt gedaan natuurlijk.
Ja, maak die abonneerknop grijs, want wist je dat die van rood naar grijs verandert? Ja, ik zou zeggen, probeer het uit. Dan kom je er vanzelf achter in welke kleur jouw abonneerknop verandert. Misschien verandert die wel nog in blauw of in geel. Is dat... Dennis! Ja? Jij moest op Geert letten! Hij loopt weer Hoe weg! Is die er nou uit? Hoe is die weggelopen? Volgens mij is hij gesprongen. Ja, maar jij zei dat hij al heel hoog sprong. Ja, ik denk dat hij gesprongen is inderdaad. Oh, Geert, doe nou niet zo moeilijk. Oh jee, Geert, kom nou, wat is er nou uitgaat moeilijk? We willen een hokje voor je maken, dan ga je altijd eten krijgen, we gaan uitzoeken wat je wil eten. Geert, doe nou eens, kom op Geert, ja. Nee, hij was er bijna in! Hij is wel een beetje bij de hand, vind ik hoor. Geert is heel bij de hand, je wil niet weten, maar we gaan hem niet doodmaken. Geert, wat wil je nou van me? Kijk, dat doe ik. Mensen, wat eten geiten? Laat het weten in de chat. Ja, ze zeiden weed. Eten ze weed? Dan moeten we weed fixen voor Geert. Ze zeiden van wel. Maar we moeten Geert tot die tijd ook gewoon vasthouden natuurlijk. Geert, loop nou naar huis, alsjeblieft. We kunnen hem ook gewoon volledig inbouwen. Ja, dat moeten we ook doen. We moeten hem inbouwen met glas, zodat we Geert gewoon kunnen zien. Maar ik weet niet hoe hoog Geert kan springen. Ik weet niet hoe je Geert vasthoudt. Geert, je was er bijna! Kom op, Geert. Oh, die Geert is ook echt een lastige. Kom nou hier! Nu ben ik erbij, hè? Nu is het echt klaar. Oh, nu is Dennis er zelfs bij, maar hij luistert nog steeds niet. Stomme Geert. Ga terug. Geert. Oh, hij weet nog niet echt hoe Minecraft werkt volgens mij. Nog een stukje, Alex. Kom op. Ja, maar hij gaat hier teruglopen, let op. Ja. Ja! Oh nee, Dennis. Snel, we bouwen hem gewoon dicht. Ja, goed zo. Bouw maar dicht. Perfect. Ja, sorry Geert. Maar het is niet allemaal. Ja, het moet wel even. We willen je alle vrijheid geven, maar dan moet je niet weglopen zomaar. Dat is niet lief. We geven hem straks wel de vrijheid. We moeten eerst even wat dingen verstabelen, want anders blijft hij ontsnappen. Een groot huisje bouwen voor Geert en zo. Doe eerst lekker al het zand alvast in de oven. En voor de mensen die vragen, waarschijnlijk bij Alex en bij mij nu in de chat. Hebben jullie geen lead? Nee, nog niet helaas. Nee, anders was het wel makkelijk geweest. Ik ga wel kijken of wij alvast wat dingen kunnen... Nou, we kunnen nog geen weed maken. Dat is best moeilijk, want we moeten eerst seeds hebben. Alleen zitten we op een berggebied, dus krijg je die hier niet zo makkelijk. Maar ik ga even kijken waar we allemaal nog wat dingetjes kunnen krijgen. Hier zie ik nog wel allemaal dingetjes. Kom op. We hebben even een paar seeds nodig gewoon. En dan kunnen we een mini-farmtje bouwen aan het water. En dan kunnen we Geert ook eten geven. Want ja, we moeten Geert natuurlijk wel dit eten... Ik heb seeds! Oh, lekker. Ik heb twee saplings neergezet. Even wat eten. Okay, Dennis, dan komen die hartjes er eindelijk een keer bij. Zo. We moeten trouwens ook een boom planten, hè? Oh, je hebt heb ik al gedaan. Plant. Topper ben je. Zo, en dan doen we... Even kijken, wat wou ik nou gaan maken? Okay, ik ga even Oh ja. Zo. We hebben ook een hoe nodig. Okay, die bouw ik hier even van. Zo. En dan ga ik even een stukje water zoeken. En daar ga ik een klein farmpje maken, speciaal voor Geert. Kijk. Ik ga hem denk ik hier zo zetten. Dit is top. Zo, het farmpje van Geert komt hier. Zo, een CD place krijg ik ook. We hebben nog extra wol nodig, Alex. Ja, dat klopt. Ik ben al een beetje spinnetjes wezen killen, maar ik heb nog maar 3 stukjes touw. En ik heb er 4 nodig voor een stukje wol. Ik heb er helaas geen 1. Dat is wel een probleempje. Ik kan kijken of Alex, ik een beetje kan gaan jagen, maar eigenlijk wil ik zo meteen gaan minen. Wacht even, kom even naar het huisje. Ja? Ik plaats namelijk heel even ons bedje hier opnieuw. Zo. Ik heb dus dan moeten we even een respawn point. Ja, top. Kijk. Zullen we is dan dat beginnen ook klaar? Met minen zo meteen? Ja, dat kunnen we gaan doen. Wat kan je eigenlijk maken? Heb jij je koper al gehakt? Nee, nog niet. Oh, dat ligt hier nog, hè? Oké, dat ga ik zo maken. Ik ben als eerste even het huisje aan het maken. Dat is... Belangrijk zo. En dan dit weer terug. Ik ga hier trouwens ook even een paar boompjes hakken, denk ik. Dat is denk ik wel handig. Oké, we zitten in ieder geval veilig. We hebben een deur, we hebben glas, we hebben een huisje. Okay, een standaard beter. Huisje. Dan hoeven we tenminste niet steeds te vluchten voor die enge monsters. Nee, dat klopt. Oh, dat gaat behoud. Kijken, zo. En eigenlijk moet ik dan nog even een kistje maken. Dus die doe ik ook meteen even maken. Zo. Dan pakken we dit. Kijk, Alex, nu staan we er echt wel een beetje beter voor. Oké, okay, we ja, hebben dat nu is een huisje. We hebben een kist. Maar ik ga even een X bouwen. Zo. Dan ga ik even wat hout hakken, zodat we zo lekker kunnen minen. Zodat we gewoon alles hebben ervoor. Want ik wil gewoon die diamonds vinden. Ik wil gewoon zien het hoe ze eruit zien. Verlichten. Dit. Kijk, top. Dit ziet er helemaal top uit.
standaard huisje, het dakje komt later wel. Dit doe ik even in de kist. Oh, dirt kan ik goed gebruiken. Dit is handig. Ja, het ziet toch? Ja, ik heb die al geplant. Top, want ik heb boommeel. Oh, oké. Okay. Ze liggen beneden bij het water. Als je naar de oven loopt, dan zie je ze als het goed is beneden liggen. Oké, ja. Komt goed. Ik ga daar even kijken. Welkom iedereen bij de stream, jongens. Klik natuurlijk op die duimpjes omhoog, heb je dat nog niet gedaan. En op die abonneerknop hier beneden. Oké, hier is ons huisje. Wat hebben we nodig? Ik heb al het hout nu. Dus dat is top. In de oven ligt nog ook heel veel spulletjes. Maar dit ga ik gewoon allemaal hier erin gooien. Hoppatee. Misschien kunnen we de 2500 duimpjes omhoog halen. En ik weet niet hoeveel jij er hebt nu. Ik heb er nu 4000. Dus hey, misschien kunnen we de 5000 halen met z'n allen. Even kijken, waar... Het was hier, toch? Bij de oven en dan naar beneden, zei je. Ja. Oh, hier oh, is niet de oven, Dennis. Glas in het huis. Ik zit helemaal glas te maken voor niks. Nee, ik heb net gezegd, ik heb al glas en deur. Oh joh, oké. Dan ga ik even verder hier met het hokje voor onze geit. Kijk hoor, dit wil ik daar hebben. Ik ga even zijn hokje een beetje mooier maken, zodat we mooi naar binnen kunnen kijken en zo. Is die nu al klaar? Het hokje? Nee, zo, deze is klaar. Oh, dit is top. Kijk hoor, die moet daar. Heb jij een ho? Ja. Kan ik die even gebruiken? Ja, dat kan. Dan kan ik de farm een beetje uitbreiden. Oh, dat is top. Ik heb namelijk ik heb heel wat extra seeds. En ik heb wheat, eentje. Dus dat als... Oh, je hebt al eten voor hem. Ja, we hebben eten voor hem. Of dat als hij gaat ontsnappen. Dennis, alsjeblieft. Ik heb... Oh, ik kan niet eens meer rennen. Maar hier, ik heb hier een ho. Want er loopt daar nog heen. Misschien moeten we ook een vriendje voor hem regelen. Nou, hij is net niet zo lief geweest. Laten we er nog heel even mee wachten. Ja, dat doen we later. Maar zullen we eerst zo, de mine ingaan nu? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ik kom eraan. Oké, top. Hebben we zo, genoeg wat saplings. Eten? Ik denk het wel. Oh, ja, we gaan gewoon rustig strip minen, denk ik. Dus dan hebben we niet zo heel veel eten nodig altijd. Heel veel eten heb ik ook weer niet. Oh, ja. Ik heb trouwens iron nuggets, dus daar kan ik één stukje iron mee maken, zie ik zo. Oeh, dat is ook wel leuk. Ik heb wat botjes, die kunnen weg. Aansteker kan weg, ik neem er eentje mee. Glas kan weg, eitjes weg. Dat weg. Ik ga gewoon zo... Oh, die heb ik wel nodig trouwens. Ik ga gewoon zoveel mogelijk spulletjes proberen mee te nemen wel. Ik heb hier wat hout voor je. Het ligt in de kist. Er ligt een stek hout voor je, Dennis. Alrighty. Even kijken. Wat hebben we nodig om te minen? Dat glas heb ik ook niet nodig. Dat koper. Wat kan je met koper? Kan je daar een pickaxe mee maken? Volgens mij kan je met koper alleen maar blokken maken eigenlijk. Denk ik. Ik heb dat namelijk in de trailer gezien dat je daar hele vette blokken mee kon maken. Die ook echt in kleur veranderen. Des te langer ze er staan. Dus dat is wel super tof. Laten we gewoon... één grote mine maken. Ik ga er hier eentje maken zo. En dan ga ik er ook eentje graven voor Dennis. Een klein beginnetje voor Dennis dan tenminste. Oké, even kijken. Zodat we daar samen kunnen gaan minen. Dennis, ik ben een beginnetje voor je aan het graven hier. Heb jij al wat torches gemaakt? Nog niet. Ik ga dat nu gelijk doen. Dat is een hele goeie. Ik heb er een paar. Ik doe dat wel. Oh, zo. Oké. Even kijken. Dan maken we hier heel veel gaan we er maken. Kijk, Dennis, ik heb ook een begin gemaakt voor jouw mine. Dus we kunnen beginnen met minen. Oh my god, ik ben heel benieuwd naar de mines. Ik ook. Oh, dit gaat zo anders zijn allemaal waarschijnlijk. De cave updates zijn er nog niet van de nieuwe update. Maar ik weet wel dat je ook al allemaal nieuwe ores hebt en dat soort dingetjes. En ik ben echt benieuwd naar hoe ze er allemaal uitzien. We hebben natuurlijk al koper gevonden. We hebben al iron gevonden. We hebben geen iron gevonden. We hebben wel gold gevonden. We hebben er al best een paar gevonden eigenlijk. We hebben überhaupt al best wel veel spullen. Ik heb alleen geen eten meer. Oh. Een probleempje. Ja, dat is wel een probleempje. Ik heb wel nog een beetje eten, maar ik weet niet of dat genoeg is voor de hele mine tocht. Ik moet trouwens ook eventjes alles gaan upgraden. Dus dan pak ik even deze. Even wat steen. Ik ben al een beetje aan het graven, hè? Ja, ik kom eraan. Oké. Nou, trouwens, we kunnen net zo goed gewoon met z'n tweeën in één lijn naar beneden. Maar misschien dat jij het plafond één blokje hoger kan maken overal als je zo naar beneden gaat. Want dan kunnen we makkelijker omhoog en omlaag. Is dat afgesproken? Wat wil je dat ik doe? Ik wil dat jij het plafond één blokje hoger maakt overal. Oh, Dennis, ik heb wat gevonden. Wat is dit?
Oh, als ik, ik ga achter jou aan en ik moet alles één blokje weghalen. Ja, ja, ja. Eén blokje moet van het plafond af. Oké, ik ga deze cave nog niet in mijn eentje verkennen. Daar ben ik net een beetje te bang voor. Ik ga gewoon doorgraven. Ik ben achter je. Oké, top. Oh, we hebben echt iron nodig, zodat we iron pickaxes kunnen maken. Dan kunnen we namelijk net een stukje sneller graven. Dat is net wat handiger. Ik ben nu eerst mijn houten pickaxe aan het opmaken. Zodat ik daarna mijn stenen pickaxe op kan maken. En dan hoop ik iron gevonden te hebben. Wat is dat licht? Oh, dat ben jij. Ja, ja, dat ben ik. Oké. Okay. Zo, en dan die weg. Kijk hoor. Oh, Dennis! Ja? Kom! Wat is dat? We zitten volgens mij in de buurt van een stronghold! Nee! Oh my god. Oh my god. Dit is zo'n beestje die al die steentjes op gaat eten. We zitten volgens mij echt in de buurt van een stronghold, Dennis. Meer geluk kan je echt niet hebben. Ze komen er allemaal uit! Oh my god. Oh nee. We zitten volgens mij letterlijk boven een stronghold. Hoeveel geluk moet je hebben? Maar hoeveel ongeluk ook weer, want deze... Nog één! Niet doodgaan, niet doodgaan. Nee, niet doodgaan. Nee, ze maken me niet dood, maar ze doen wel pijn in mijn voeten. Au, er komen alleen maar meer uit die stenen. Ze blijven maar komen. Oké. Okay. Jongens, betekent dit dat hier een stronghold is? Laat het weten in de chat. Ik ben erg benieuwd naar. Mensen zeggen, zilvervis kan ook spawnen in extreme... holle spawner. Wat? Ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Ik weet het ook niet. Wat zeggen mensen in mijn chat? Is het bij een stronghold? Ja of nee? Ja, mensen zeggen dat het een stronghold is. Oké, dat is goed om te weten. Ik heb hier wat gevonden trouwens. Wat is dit? Maar dat is, wow, dat is dan toch bij de end? Wat is dit? Iron! Oh, kijk hier! Iron, maar wat is dit? Ik wil dit hakken. Huh? Dat zijn een soort leaves, maar wat gebeurt als je iron hakt? Oh, wat? Zie wat je hebt! Je hebt raw iron gekregen dan! Volgens mij moeten we dat nog in de oven doen eerst. Oh, dan hebben we eindelijk een iron pickaxe. Maar wat is dit hier allemaal? Het is zo vet! En hier zit nog meer iron, zie ik hier. Geen monsters, wel koper. Oh, hier nog meer iron. Heb jij het koper al gezien, Dennis? Want dat ligt hier nog. Ik kom het halen, wacht even. Ik zie hier allemaal iron. Oh, iron. Dit is zo apart om dit zo te vinden op deze manier. Want het is echt een soort van kippen. Ah, nog zo'n beest. Oh my god, ze komen met heel veel. Ze komen met heel veel, Dennis. Het zijn er echt zes. Het zijn er echt zes van die silverfishes. Ah, Dennis, ik wil naar huis. Laat Alex met rust. Oh, laat me met rust. Oh, ik heb geen zwaard meer. Nee, ik moet eten. Deze beestjes zijn zo vervelend. Au. Oh, sorry. Ik heb niet heel veel dingen meer. Au! Dennis! Ik kill hem. Ik heb hem! Ja, ik heb dus een probleem. Ik heb geen zwaard meer. Heb jij een crafting table bij je? Ik heb wel heel veel hout bij me waarmee ik dat kan maken. Dus kom maar naar me toe. Dan maak ik hem. Wow, Dennis, wat is dit? Wat heb je gedaan? Au! Oh, hier zit dat koper! Au, Dennis, ik word beschoten van allemaal kanten. Dennis, ik heb je nodig. Ik ben zo bang! Waar zijn we ook? Ik weet het niet, maar ik ben helemaal verdwaald. Oké, laten we snel even dit meenemen. Ik ben alleen al heel bang. Ik heb hier wel nog meer iron gevonden, dus dat ga ik wel gewoon nog hakken. Dat ga ik denk gelijk in de oven doen, zodat ik wat iron tools kan maken straks. Skeleton! Ja, die skeleton is heel vervelend. Oké, allemaal kool hier. Oh, dat is handig als je dat meeneemt trouwens. Oh, mijn pickaxe is bijna op, Dennis. Ja, mijne is ook kapot, dus ik wil echt een iron pickaxe gaan maken, Alex. Ik weet niet wat dit is, maar... Oh. Ik heb pointed dripstone gevonden. Wat is dat? Ik heb geen idee, maar dat hing hier aan een steen. Maar ik moet nog steeds koper hakken. Alleen, ja, mijn pickaxe is niet heel goed meer. Ik ben daar. Ik heb ze. Ik ga eventjes een crafting table maken, een oventje maken. En dan ga ik even iron pickaxe maken en zo, ja. En misschien ook een chestplate. Ik hak hier even al het kool. Ja, dat kool is handig als je dat hakt, die ik nog heb. Ja, ik heb nog een houten pickaxe. Dat is een beetje een nadeel. Het zit erin, Dennis. We gaan de tools maken. Het komt helemaal goed, hoop ik. Pas wel, ik heb er vertrouwen in. Silverfishes spannen ook bij berggebieden, zie ik iemand. Kijk, nu krijgen we gewoon de ingots. Ik doe ook mijn iron erin, oké? Ja, is goed. Zo. 10 stuks. Maar mensen zeggen dus dat silverfishes ook in berggebieden spannen. En wij zitten nu in een berggebied. Maar wat is druipsteen inderdaad? Wat is dat?
Dripstone. Oh ja, mensen zeggen het ook bij mij. Oh, en ik heb wel een zwaard. Oh my god, dank jullie wel, jongens. Mat, heb je er wel een? Dankjewel voor het terugen. Je hoort te liegen tegen mij. Nee, ik dacht dat ik geen zwaard had, maar ik zat wel in mijn inventory. Ik heb wel nu een iron pickaxe, wat super tof is. Nu kan ik lekker weer wat extra dingetjes hakken, zoals het koper hier. Wat hebben we nog meer? Nee, ik moet ook nog het koper hakken, ik wil het zien. Oh, je hebt het nog niet, het zit letterlijk boven je hoofd. Ja, ja, ik weet, oh ja. Ik dacht dat het daar zat. Oh, Dennis is soms niet zo slim. Dit is precies wat ik daarmee bedoel. Oeps. Oké, okay, we hebben iron pickaxe, lekker. Laten we ook gelijk een zwaardje maken en zo. Ja, dat is een heel goed idee inderdaad. Gewoon gelijk een beetje armor ook maken. Ik denk dat het handig is. We hebben allebei sowieso een chestplate voor alle monsters die we natuurlijk steeds tegenkomen. We komen er namelijk tegen de hele tijd. Dat is niet normaal. Maak een extra oven. Dan gaat het lekker sneller. Oké, ik ga de koper in de oven doen. Oh ja, dat kan ook natuurlijk. Kijk wat er gebeurt. Dat is super slim. Ja, die zilvervestjes zijn eng, Mike. Wow. Copper ingot. Wat kan je daarmee? Ja, ik weet dus dat je alleen die verrekijker kan maken. Maar voor de rest weet ik het niet. Jongens, okay, wat kan je met copper maken? Copper. Je kan er blokken mee maken, zie ik hier. Blok of raw copper. En verder? Zie ik niks. Ik zie alleen een blok of raw copper staan. Alleen een blok. Ja, en een verrekijker. Maar dan moet je wel zo'n speciale shard hebben van dus de diamantjes die jij zoekt. Oké. Oh, daar komt een shard vanaf. Oh ja, dus die moet je nu ook smelten. Ja. Oké, dat is apart. Ik ben trouwens nog even één stukje iron aan het pakken. Die ga ik gebruiken voor een mooie chestplate, zodat ik minder snel aangevallen ga worden, hopelijk. Even kijken hoor. Hoppakee. Oh ja, en dan wil ik ook nog twee stukjes... Oh, ik had al een chestplate. Oh, waarom maak ik dan geen broek? Dennis, wil je ruilen? Wat is er? Wil jij een chestplate van mij? En wat krijg jij dan van mij? Mag ik dan je helm? Waarom? Ik wil ruilen. Ik heb namelijk per ongeluk een chestplate gemaakt. Maar dan kan je hem toch net zo goed al aan mij geven zonder te ruilen, want we hebben het allebei nog nodig. Ja, maar ik wil deze ruilen. Voor jouw hoed. Maar ik vind me... Nee, dit is mijn gele helmpje. Nee, maar dan krijg je een geel shirt. Nee, maar hij staat me... Dat heb ik al. Dennis, dan kan ik je ene hoofdje weer zien. Die zit daar helemaal onder. Die vindt het helemaal niet leuk daar. Even kijken. Jongens, moet ik het helmpje aan Alex geven? Ja, zeg ja. Jongens, moet ik het helmpje aan Alex geven? Ik wil het helmpje, alsjeblieft. Voor de... Wacht, hoe is die chestplate nog vol? Of is die bijna kapot? Bijna. Mensen zeggen nee. Hij is 2/3 vol. Ik lieg niet. Iedereen zegt nee. Waarom zeggen jullie nee? Omdat ze mijn helmpje... Het helmpje staat mij gewoon beter, denk ik. Oké, we houden het helmpje, jongens. Sorry, Alex. Nou, dan wil ik dit... Nee! Ja. Je pakt het gewoon allemaal weg voor me. Oké, nou, dat zal ik onthouden, Dennis. Zo, lekker broekje erbij. Oh, nee, dit ziet er wel een beetje raar uit. Nee, dit gaat Dennis. Ik ga nu hoezo? Allemaal een mooie blok hakken. Ja, nee, je doet stom. Ik wou het helmpje. Nee! Ik wil het helmpje! Ik wil het helmpje! Waar ik niks mee kan. Ik kan hem ook niet aan jou geven, want jij geeft mij het helmpje niet. Oh. Dus dan zou ik de aardige zijn als ik jou de chestplate toch zou geven. Maar dat ben ik niet, want ik wil die helm. Ja. Gewoon een helm. Er zit niemand anders in deze server, jongens. Alleen Alex en ik. Zover we weten. Zover we weten, ja. Je weet het maar nooit, misschien breekt Lotte wel in. Lotte is nogal een beetje van het inbreken. Hoe bedoel je? Lotte? Ja, Lotte. Het kan zomaar zijn dat Lotte hierin zit. Ja, dat verwacht ik niet. Nee, vast niet. Oh, Dennis. Oh, wat? Dennis? Ja? Zo diep waren we niet eens. Er is hier gewoon een uitgang naar buiten. Nee, ja, klopt. Dat had ik je ook al kunnen vertellen. Oh my god, ik dacht dat we super diep ondergrond zaten. Oh, hier is een uitgang. Ja! Oh, dat wist ik niet. Er zit hier meer koper. Oké, laten we anders nog veel dieper graven, oké? En Dennis, weet je wat? Je krijgt van mij alsnog de chestplate, want ik kan er gewoon niks mee in mijn eentje. Want ik heb er al één. Oké, nou, weet je, ik was dus iron aan het zoeken omdat ik voor jou een helmpje wou maken. Echt waar? Ja, ik heb er al 3 en er zit er eentje in de oven, dus ik heb er nog 1 nodig. Oh wat, dat is zo aardig! Zie je, dan kunnen Kijk, we wel aardig klaar. Zijn tegen elkaar.
Ja, soms. Af en toe moet het kunnen. Kijk, dit staan we veel beter. Oké, okay, heb jij niet nog een iron? Nee, ik heb niks. Ik heb er eentje boven in mijn kistje liggen wel, maar dat is een beetje ver naar boven lopen. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan wel op zoek. Oké, okay, waar gaan we naar beneden graven? Ja, waar was onze trap? Hier. Ergens, toch? Hier? Helemaal, ja, helemaal hier. Hier, dit volgen en dan helemaal hier. En dan hier en dan hier en... Nee, hier niet. Oh. Ik weet het niet meer, ik ben verdwaald. Oh, ik zat jou echt vol vertrouwen te volgen, maar je weet het zelf niet eens. Oh, hier, wel, hier. Oh, hier. Hier, ik dacht dat, het was hier zo. Laten we hier verder gaan, laten ja, we hier verder gaan. Ja, we gaan hier naar beneden graven zo, ja? Ja, ik maak weer dat dakje. Ja, jij zorgt voor het blokje erboven. Ik haal deze allemaal weg. Gewoon lekker netjes naar beneden graven. Straks kunnen we nog een trappetje inmaken ook trouwens. Ja, dat is top. Kun je er ook een lampje bij zetten? Zo. Dankjewel. Kijk eens, ik doe gewoon de hele tijd torches plaatsen. Wij willen diamonds. Wat een meerkoper! Jongens, ik heb gehoord als jullie allemaal een duimpje mogen doen op de livestream, dat we dan sneller diamonds krijgen. Dus klik allemaal op die duimpjes omhoog, want de diamonds zijn dezelfde kleur als de duimpje omhoog. Ja, dus dat brengt geluk. Waarom? Oké. En vergeet natuurlijk ook niet om te abonneren, want anders vallen we in de lava. Oh, dat wil ik niet. Dus klik nee, zeker ik ook niet. Op die abonneerknop. We hebben weer een cave! Serieus? Ja! Wow! Okay. Maar weet je, we weten nu nog steeds niet zeker of dat nou een stronghold was, of dat het gewoon vanwege de berg nou, is. Mensen zeiden wel dat het kan in een berggebied, dus ik weet het niet zeker. Laten we gewoon ja, nu nog maar verder naar beneden hakken. Ik wil namelijk echt naar die diamantjes toe. Dus ik ga hier gewoon een trappetje afmaken zo, en dan gaan we gewoon verder graven. Even kijken. Momentje hoor. Oké. Wow, daar is hier een hele afgrond ook. Wow, Dennis! Het is mokergroot hier! Even kijken hoor. Oh, Dennis is eventjes weg trouwens, zei hij. Oh my god, ik zie daar hout! Oh, jeetje! Wat een trickshot was dat! Oh nee. Ik moet het aan Dennis laten zien. Er is daar volgens mij een mineshaft. Dennis! Oh nee. Dennis, ja? Een mineshaft! Een mineshaft? Ja! Kijk, ik oh zie my god, hout. Oh my god. Ik ben heel blij dat je me daarvoor hebt aangetikt. Ja, wow! Dit is top. Deze cave! Ja, deze is mokergroot, dat is niet normaal. Misschien kunnen we hier zelfs diamantjes vinden straks. Nou, dat denk ik wel. Kijk dan hoe groot. Oh my god. Kijk hoeveel goud hier ook ligt. Oh, dat ging even fout. Maar ik heb goud gevonden. En oh, krijg je een goud klompje. Raw gold heet het. Oké, dat neem ik mee. Oké, hier is het iron. Oké, ik neem nog wat iron mee. Iron moeten we zoveel mogelijk hebben natuurlijk om onze diamonds te vinden zometeen. Oh, ik wil die diamonds gewoon hebben. Maar wat... Au! Au! Dennis, er zit hier een skeleton. Au, jeetje. Die skeletons hebben alleen maar meer aimbot gekregen, lijkt het wel. Maar er zit hier gewoon letterlijk een mineshaft. Een mokergrote mineshaft nog wel. En wat is dit? Is dit ook goud oor? Ja, maar dit is een soort ander steen. Cobalt displeet. Oké, dat is blijkbaar een nieuwe soort steen ook. Wat is dit? Oh, daarachter zit koper. Ik dacht heel even voor een seconde dat er diamantjes achter zaten. Maar dat was nog net niet zo. Oké, Dennis, op welk niveau zitten we trouwens? Zitten we al een beetje in de buurt van diamond niveau? Ik heb echt geen idee. Even kijken hoor, kijk dan even. Ik zal zo... Wat is dit voor blokje? Ik weet het niet, er zijn allemaal nieuwe blokjes gekomen. En hier is ook de hele mineshaft. Oh, ik heb redstone. Oké, nou, dan zitten we sowieso op diamond niveau zoals. Dennis, ja, ik heb ook redstone. Ligt waarschijnlijk echt op het topplek. Maar wat is lava? Dit? Oh, jij bent hier al! Okay, nee, ik ben hier even aan het kijken bij de lava. Ja, dat zag ik al. Maar misschien liggen hier wel diamantjes. Oh, ik wil zo graag een diamantje vinden. Ik ook. Nee, op welk niveau zitten we? We zitten op... Oh ja, dit is het diamantenniveau, Dennis. Oh my god. We zitten op het goede niveau. We kunnen ze hier elk moment tegenkomen, letterlijk. Oh, dit is zo spannend. Oké, hier ligt redstone. Weten ze het hier, diamonds? Ja,
op, kom op, kom op, kom op. Waar zijn ze? Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ga dood, stomme skeleton! Jij bent zo stom altijd, die creeper ook. Dankjewel voor het exploderen, daar help je me enorm mee. Even kijken. Oeh, hier ligt nog iron. Zo. Ik heb weer superveel iron gevonden trouwens, Dennis. Dat is echt top. Ik heb de 5. Oké. Ik ben hier een beetje aan het stripminen. Hier een stukje bij de lava, naast de lava. Ik kom naar je toe. Ik heb gewoon een gevoel dat hier ergens diamond zit. Nee. Waar kan het zitten? Ik wil het gewoon vinden nu. Ik moet gewoon die diamonds hebben. Even kijken hoor. Dit leg ik even daar. Oh, je bent hier echt aan het stripminen. We kunnen ook de mineshaft nog ingaan, hè? We doen dat zo meteen. Ik wil heel even hier stripminen. Een klein stukje. Ik ga mee stripminen, ja? Ja. Ik ga dan 2 blokjes ernaast zitten. Want dan zit er genoeg ruimte tussen. En dan ga ik mee graven. Wat is dit voor blokje? Wacht, kan jij even weer een crafting table plaatsen hier in het midden? Ja, tuurlijk. Even kijken hoor. Crafting table. Zo. Zo. Hij staat er. Oh my god. Weer een kleine cave hier. Daar liggen de diamonds. Oh, ik heb weer iron. Wow, oké, dit is een hele grote cave. Die blokken zien er zo raar uit. Oh, hier is die mineshaft weer, Dennis. Zo. Dennis, ik heb de mineshaft weer gevonden. Loopt hier gewoon op uit? Ja, die eindigt hier. Kijk hier. Oh, weer. Wow, deze is groot. Iron. Dennis! Deze Minecraft is... Mineshaft is hier, nog meer iron. Au. Ik kom eraan. Ik hak even deze iron. Nee, wat gebeurt er? Ik ga dood. Ik ga me inbouwen. Ik moet me inbouwen. Wat gebeurt er? Hoofdje! Wat heb je gedaan? Ik liep door de mineshaft en ineens kwam ik een skeleton tegen. Toen kwam ik een zombie tegen. Toen kwam ik nog 2 skeletons tegen. Ze hadden maar een half hartje. Oh my god, Alex. Pas nou op. Dennis, ik denk inderdaad dat we creeper! Kunnen stripminen. Nee. Oh nee, Dennis, kijk uit. Dennis, ik denk echt dat het beste is om te gaan stripminen, hoor. Oh nee, er is er nog één. Oké. Moet alles exploderen hier. Ja, kom naar die stripmine. Au, meneer skeleton. Echt, die skeleton, die houdt me de hele tijd in de gaten. Oh, waar ik ook ben. Oh my god. Oh, je hebt hier een crafting table neergezet. Dat is top. Waar moet ik heen? Ze zitten me op te wachten hier. Oh nee, daar staan er meer. Dennis, waar moet ik heen? Help! Ik weet niet waar je bent. Kom ik er zo in de andere mine uit? Ik hoop het wel. Ik ben naar je toe aan het graven, Dennis. Ja, ik hoor je. Oh jee, al die monsters hier. Ik ga van de wier gewoon verder stripminen, denk ik, oké? Nee, ik ben er. Ik kom precies uit in de stripmine. Gaan we weer verder? Ja. Ik ga een klein stukje verder. Ik kom met je mee. Dat koper ziet er zo raar uit. Ja, klopt. Zo gek, omdat je het niet gewend bent natuurlijk dat het er is. Maar het is gewoon een hele dirt. Bij dirt kan toch meestal ook diamond zitten? Ja, het zou kunnen. Je kan alles weghakken. Het ligt eraan wat je zelf wil natuurlijk. Redstone ziet er trouwens nog wel hetzelfde uit nadat je het hebt gehakt. Alleen de ore is anders. Klopt. Dus dat is maar ik heb ook het gevoel dat het ook bij kool een beetje is. Gewoon een klein beetje. Dat het anders is. Ja, dat het net wat meer van die zwarte koolstukjes op de oors zitten ja, in plaats van... Ja, de oors zijn wel anders. De oors zijn net een beetje anders. Oh, die donkerdere cobblestone is wel moeilijker te hakken, hoor. Die zwarte cobblestone, die zijn echt lastig. En ik heb trouwens een nieuwe pickaxe nodig. Dus ik moet even een oventje en alles neerzetten. En dan maken we even een paar nieuwe pickaxen, denk ik. Ja, dat is top. Dan kan ik daar ook mijn iron in doen. En misschien als je genoeg hout hebt, maak ook meteen een kist. Oh, dat is een goeie inderdaad. Want dan kunnen we daar even gewoon veilig even wat spulletjes opslaan. Van mocht een van ons in de lava vallen, dan verliezen we niet alles. Dat is heel slim van jou. Zo, ik zet hem hier neer. Oké, ja, goed. En dan ga ik ook een oventje erbij bouwen. Oh, mijn kool. Heb jij nog kool? Ik heb mega veel kool voor jou hier. Kun je er wat in doen, alsjeblieft? En wat iron, dat kan je er dan ook gelijk in doen. Even kijken, we hebben hier... waar is de iron? Het zit erin. Maar mijn iron. Ja, oh, hier. Kool erin, dan het is zo raar.
Het is zo raar. Heb je niet dat je in je inventory kijkt en dat je dan naar die ores daadwerkelijk aan het zoeken bent? Ik denk dat goud, dat aardappelen zijn. Ja, het ziet er zo raar uit. Ik dacht, huh? Waar is mijn iron? Heb je al een klompje goud gehad? Hier, kijk. Het zijn net aardappelen. Huh? Ja. Oké, dit ziet er mega raar uit. Oké, ik doe het koper en zo. En de kool doe ik in de kist. Zo het extra iron ook. De sticks ook. Cobblestone is wel echt vreselijk om te hakken. Dat duurt zo lang. Klopt, dat duurt echt mega lang. Maar ik vind het er wel mooi uitzien. Ja, het ziet er mooi uit, maar het duurt me te lang. En we hebben nog geen diamonds gevonden. Letterlijk nog geen enkele diamonds. Hoe gaat het met Sumi? Ja, Dennis, hoe gaat het met Sumi? Nee, met Sumi gaat het hartstikke goed, gelukkig. Nou, die we pesten. Ik wou hem teruggeven, hè? Ja, ja, je had hem gewoon op de berg gezet, joh. Ja, maar Alex... Ja, nee, je moet Sumi niet op de berg zetten. Sumi heeft maar... Sumi is een huis bij, niet een berg bij. Ja, maar... Oké, ik dacht dat hij eerst niet van jou was. En hij toen was wel van wist mij. Ik het niet zeker. En toen waren iedereen was boos op mij dat ik Sumi had gestolen. Maar dat bedoelde ik helemaal niet. Ik was gewoon... Ik vond gewoon Sumi heel leuk. Ja, Sumi is ook een leuke bij, dat snap ik. Oh, ik heb Lapis Lazuli gevonden! Toen vond ik Sumi heel aardig en toen wou ik hem niet weg doen. Lapis Lazuli ziet er zelfs anders uit. Oké. Nou, de oorcel of het dingetje zelf van Lapis Lazuli is gewoon hetzelfde. Maar de oor ziet er anders uit, dat tenminste. Jongens, ruiken jullie dat? Wat? Ruik je al diamonds? Ik ruik diamonds, denk ik, in waar, de buurt waar, hier. Waar? Gewoon hier ergens in de buurt. Ik ruik het. Ik voel het gewoon. Ik wil ze hebben, Dennis. Ik wil die diamonds. Mijn eendersokjes die beginnen raar te doen. Oh, dan zou je ze zeker hebben. Echt, dat cobblestone is zo vervelend. Het heeft gewoon veel moeilijker gemaakt dit om diamonds te vinden. Wat is dit nou weer? Oh, dit is ook zo'n cobblestone display. Oh, maar er zijn ook weer makkelijkere steentjes. Tuf. Ik heb tuf gevonden. Wat is tuf? Daar hak je dan weer heel snel doorheen. En ik heb weer wat nieuwe ores gevonden, dankjewel. Oh, mega veel kool. Besef dat we in het begin gewoon niks hadden en nu hebben we gewoon mega veel. Ja, we hebben nu echt al ontzettend veel, dat is niet normaal. We zijn gewoon heel goed in survivalen blijkbaar. Maar er ontbreekt één ding. Hey, zitten we nog wel? Ja, we zitten wel precies op het diamond niveau. Wat nog? Ja, de diamonds ontbreken nog. Ja. Waarom duurt het nou zo lang om diamonds te vinden? Kom op! Oh, waar is alles nou? We toveren ze gewoon in 5, 4, 3, 2, 1. Oh, en jij denkt dat je zo even diamonds kan toveren, Dennis? Dat werkt niet. Nee, dat misschien is het. Misschien lukt het. Waarom hebben we nog geen enkele diamond gevonden? Hoe gaat het met meneer Kippie? Nou, meneer Kippie die zit als het goed is gewoon lekker in zijn kippenbench thuis. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat. Meneer Kippie die zit nog in Bloemdam. Wij zitten nu in een andere wereld. Speciaal voor deze nieuwe update natuurlijk. Want ja, de Bloemdam wereld die zit helaas nog in 16.5, dacht ik uit mijn hoofd. Ja, maar misschien is het leuk om te vragen aan de kijkers. Voor iedereen die nu kijkt, is het leuk... als we de Bloemdam-wereld, oftewel de Minecraft Survival-wereld, ook upgraden naar 1.16.5. Laat het even weten. Dat zou wel heel vet zijn, trouwens. Want dat kan wel gewoon. Echt? Ja, dat kan. Zonder dat de dingen verloren gaan. Dus dan kunnen we dat gewoon gaan doen. Oh, dus dan kan Zoomie mee. Dus als mensen dat willen... Ja, dan nemen we Zoomie mee natuurlijk. Iedereen gaat mee. Dat is wel een superleuk ideetje. Maar eerst wil ik diamonds hebben. Waar zijn ze nou? En in mijn chat zegt iedereen ja. Want het is wel cool, dan kunnen we natuurlijk ook gewoon al die nieuwe dingen ontdekken in de Minecraft, ja, precies, Survival zelf. In mijn chat zegt iedereen ook ja, zie ik al. Nou, dat is dan duidelijk. Ja, dat weten we ook weer nu. Dan gaan we dat doen voor jullie jongens. En meisjes. Als het lukt dan tenminste. Ik hoop echt dat het lukt dan. Maar dat zou wel vet ja, zijn. Ja, dat kan. Lukt wel. Mensen zeggen, maak een paar zijgangetjes. En ja, misschien is dat niet een heel slecht idee om dat een keer te gaan doen. Maar aan de ene kant ben ik ook weer zo van... Ja, wat nou als ik nu een zijgangetje maak en dan ligt aan het eind van de gang wel diamonds. Ja, precies. Dan kan je weer niet zo ver hakken. Hé, hey, we hebben het zo gevonden. Jij mag het hebben. Oh, oké. Dankjewel.
Nou, we zal ik gewoon opzij alles. Gaan anders? Wat zeg je? Zal ik gewoon opzij gaan? Nee, 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 blijf hier. We gaan samen. Oh, lapis lazuli. Huh? Lapis lazuli. Oh, nee! Pas op, Alex! Alex, oppassen! Wat? Niet, pas op. Uh-oh, is er hier zit lava? Allemaal lava hiervoor. Oh, wow, er is hier een heel lava meer, Dennis! Ja, dat zie ik. Maar zijn hier ook diamantjes? Dat is de vraag. Ik weet het niet. Ik zie wel allemaal lampjes daarboven. Ik weet nou niet of we hier nou al geweest zijn of niet. Zijn we hier al geweest? Nou, ik weet het dus niet. Nou, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik ook niet trouwens, want we zijn nog niet zoveel plekken geweest. Oeh, dat lava meer is mokertje groot. Maar ik zie nergens diamantjes. Diamonds! Wat? Nee, ik heb ze nog niet gevonden. Oh, ik dacht al eventjes. Mega cave hier. Ja, oh, hoe moeilijk kan het zijn om diamonds te vinden? Deze cave. Aan gold heb mega. Je toch niet zoveel? Wow. Huh? Ik zei aan gold heb je toch niet zoveel? Nee, klopt. Ja, jij hebt mooie kleding van gold. Oh, nee! Ah, mijn pickaxe is op. Oh my god, dit is mega groot. Waar zijn we ook? Ik heb echt geen flauw idee, Dennis. Waar zijn we nou weer inderdaad? Oh, wat zit hier boven? Even dit weghakken. Ik zie daar wel een creeper. Ik zie nog nergens diamantjes. Ik heb ook geen pickaxe voor de diamantjes. Oh, ik hoor een creeper. Oh my god. Dat was bij jou zeker, hè? Ah! Oh, Dennis, kijk uit alsjeblieft. Oh my god, ik stond heel even. Misschien aan de zijn andere diamanten kant ook veranderd. Ja, die zijn sowieso veranderd. Alle ores zijn letterlijk allemaal veranderd. Dus de diamantjes denk ik ook wel. Maar ik wil kijken hoe ze eruit zien. Wow! Dennis, kijk eens uit met die creepers. Sorry, niks aan de hand. Ik heb eten nodig. Nou, ik ook. Ik heb nog maar één steekje. Ik denk dat we niet al te lang wat kunnen is dit? Minen. Wat? Zit hier een nieuw beestje? Wat dan? Ja, van een update. Wow. In het water hier. Dennis, ik heb emeralds. Oh my god. Oh, ik vlieg daar bijna de lava in. Maar ik heb wel emeralds, maar eigenlijk wil ik liever diamantjes hebben. Wow. Ik ga eventjes een crafting table maken. En dan ga ik eventjes een nieuwe pickaxe maken van iron. Wow. Even kijken hoor, een oven heb ik dan nodig. Daar doe ik al mijn iron in. Ik heb een paar stukjes kool. Oh jee. Waar kunnen diamonds liggen? Ik heb sowieso emeralds al, dus dat is wel super vet. Maar ik wil diamantjes. Ik ben zo ver. Ja, ik heb ook geen flauw idee waar ik ben. Maar ik weet wel dat ik mijn laatste steak nu aan het eten ben. Ik heb niet eens steek. Oh jee. Okay, ik ontdek wel echt. Staat in de fik ineens. Righty, ik heb tenminste al mijn spulletjes. Even wat sticks maken. Hallo, mag ik oh, sticks? Ik heb een probleem. Wat dan? Ik heb geen toortjes meer. Oh nee, en Dennis. Geen sticks. Dat is foute boel. Ik kan wel nu mijn emerald hakken hier. Oh, het is er ook echt maar één. De emeralds zien er trouwens als enige nog hetzelfde uit, de ores ervan. Ik zie er ook niks, maar ik wil dus het heel graag ontdekken. Dat is wel super gek. Waarom zijn de emerald ores hetzelfde? Ik heb geen sticks, oh nee. Oh, wat is dit? Een glow ink sack? Een wat? Dat heb ik gekregen net. Dat ja, er zitten hier allemaal rare monsters. Ja, ik zit hier nog een beetje te wachten in de tussentijd tot ik al mijn iron gesmolten heb. Maar dat duurt ja, ook altijd nog eventjes. Ja, ik moet terugkomen, maar ik weet de weg niet weer. Mensen in de chat zeggen ook, ga weer naar huis. Ja, we moeten zo zeker naar huis gaan, Dennis. Dat is een goede tip. Want we hebben eten nodig. Zonder eten kunnen we niet eens leven.
Nee, dat is waar. En we hebben zoveel spullen. Misschien moeten we niet enthousiast zijn en gewoon een keer teruggaan. Daarom, dus... Alleen, ik heb een klein probleempje. Ik ben misschien een klein tikkeltje verdwaald. Ja, ik denk dat we echt gewoon recht omhoog moeten hakken, Dennis. En dat we het dan moeten zoeken. Ik denk dat dat de beste oplossing is. Pieper. Oh, we staan weer in de fik. Dat moeten we niet hebben. Ik zet er even een blokje voor. Moet ik nou via deze kant? Ja, oké, ik heb het weer gevonden. Oh, top. Oké, ik laat alleen nog even dit stukje kool uitbranden en dan ga ik naar boven. Oh, zal ik gewoon teruglopen, jongens, of zal ik helemaal naar boven hakken? Wat denken jullie dat het beste is? Ik denk boven hakken, Dennis. We moeten zo meteen helemaal dus naar boven hakken. Ik heb hier niet al te veel zin in. Maar ik zie wel dat we al bijna op de 387.400 abonnees zitten. Ben je nou nog niet geabonneerd? Waar wacht je dan op? Druk dan nu op die abonneerknop. Dat zou super dope zijn. Want we zitten super dicht bij die 400.000 abonnees. En het zou gewoon echt bizar zijn. Al kunnen we die 400.000 abonnees in de maand juni nog halen. Hoe vet zou dat zijn? Dus klik allemaal massaal op die abonneerknop. En dan ga ik nu samen met Dennis lekker een stukje omhoog hakken. Ja, en trouwens, als je abonneert, je naam komt ook gewoon lekker in beeld natuurlijk. Voor zo'n 2.500 live kijkers. Oké. Alrighty. Dennis, ik kom eraan. Alles is gesmolten. Ik laat hier alles liggen. Ik ga recht omhoog hakken vanaf hier. Ja, mensen zeggen ga terug. Oké, we gaan terug. Ja, we gaan inderdaad terug. Terug naar huis. Tenzij er hier nog diamantjes liggen. Als er hier nog diamantjes liggen, dan ben ik heel blij. Ik vind het wel raar dat er letterlijk geen... Heb je diamantjes? Nee, ik schrik me dood door een creeper! Oh, ik dacht dat je diamantjes had gevonden. Nee, ik heb geen diamantjes gevonden. Dan was ik iets blijer geweest. Oh, ik schrik me dood door die creeper. Die stomme creeper. Oh, ik ga lekker naar boven hakken. Gewoon recht naar boven. Ja. Zo. Wisselen. Even dit stukje nog kijken. Ik hoop dat we niet zo ver... Hé, van huis zijn! Creeper, waar komen jullie vandaan? Oh, die stomme creepers ook altijd. Ik ga gewoon lekker omhoog hakken. Hopelijk kom ik niet weer een creeper tegen voor de zoveelste keer. Mijn armor is ook weer helemaal kapot gelijk die ik net heb gemaakt. Ga weg, zombie! Oh, ik heb een zwaard. Zo. Die beesten zijn stom, hè? Zombies? Ja. Nou, oh, er is er nog één. Oh, er komen er heel veel. Ik zit ineens in het water. Oh, hier zijn we al geweest. Is dit die cave waar we zo naar boven kunnen lopen? Ja, volgens mij wel. Dit is niet de goede route. Nee! Nee. Deze kant op. Dit is de route, Weg hier. Er was weer een creeper ontploft naast me. Laat mij gewoon in al mijn rust omhoog bouwen. Jongen. Via welke kant kwamen we nou ook alweer? Ik heb geen idee, Dennis. Ik weet wel dat ik lekker omhoog aan het bouwen ben. En dan bekijken we het allemaal wel lekker. Omhoog? Ja, ik ga naar huis. Oké, via deze kant. Wij volgen de route, jongens. Oké, deze kant op. Ja, gewoon weer naar huis. Via de... Jeetje, mine. Er valt ineens een stukje gravel op mijn hoofd. Hey, ik ben gewoon op de trap. Kijk, daar is het huisje al daarboven. Ik heb de trap gevonden. Okay, ik heb de trap gevonden. Oh, ik heb het waar. Ik ben boven. Oeh, en het is dag. Oh, het is echt een mooie dag. Ja, het is dag. Oké, Dennis, ik kom eraan. Ik zie gelijk wat visjes. Ik gelijk we hebben echt eten nodig. Die zo en... Gelijk... kunnen opeten lekker. En we hebben een tweede bedje nodig. Die hebben we nog steeds niet. Ja, dat is ook een hele goede inderdaad. Zo, we zijn weer lekker thuis. Ja, zeg dat wel. Jeetje, er zitten hier veel vissen. Dennis, ik kom lekker veel eten mee naar huis nemen zo meteen voor ons. Dat is top. Even kijken. Oh, dit moet erin. We hebben wat hout hier. Laten we daar even zo... Kijken, hieronder zit er nog wat. Wel. Oké, ik heb 8 visjes. Dat moet wel genoeg zijn, toch? Past wel. Ik zie een geitje lopen. Kijk, deze.
Ik zag Diamond. Wat? Zagen jullie Diamond? Zit jij nog steeds ondergronds? Nee, ik ben bij het huisje, maar iemand zei ik zag Diamond. Hoe wil je nou weer Diamond zien als je bovengrond zit? Ja, goeie vraag. Ik weet nou niet of ik op de goede berg aan het lopen ben trouwens. Dat is een goede vraag. Dat weet ik ook niet. Ben je dat? Kijk hoor. Oh, ik zie hier al heel veel sneeuw, maar wij hadden niet zoveel sneeuw, toch? Of wel? Nee, klopt. Nee, of hier is nee. Echt superveel sneeuw. Hier zit ik bijna in de wolken. Ik zag hier wel weer een paar geitjes net in de verte. Maar volgens mij ben ik nog een beetje ver van huis. Ik denk dat je niet helemaal goed zit. Dennis! Ja? Er is hier een mokergrote netherportal. Een netherportal? Ja, maar zo'n onafgemaakte, weet je wel. Onder water? Hij staat volgens mij... Nee, boven water, in de bergen. En hij staat volgens mij ook best wel dicht bij huis. Oh my god. Dus dat meen je. Ik ga gewoon kijken wat erin ligt, want vaak ligt er een kistje bij. Dus ik ga even kijken wat er allemaal in zit, Dennis. Even kijken. Wat zit er? Oh, er zit echt een kistje bij. Oh, er zit een broek met een breaking 1 en een breaking 2 en wat gouden nuggets. Oké, die ga ik meenemen. Wat kan ik nog meer meenemen? Oh, die gouden blokken daarboven, die ga ik ook meenemen. Die ga ik stelen. Zo, ik maak een dakje. Even kijken, wat steen. Dan doen we weer... Oh! Dennis, ik heb de gouden blokken. Ik heb er 2. Heb je ze geleend of gestolen? Ja, we doen niet aan stelen, hè. Kijk, leen... Au! Ik leen ze alleen maar. Oh, ik heb eten nodig. Ik denk dat ik die visjes moet opeten, anders ga ik dood. Oké, ik kom thuis met iets minder bij eten dan verwacht. Ik heb nog maar 2 hartjes. Oh god. Waarom is eten zo'n dilemma bij ons? En diamonds vinden ook. Ik weet het is niet. Zo ik moeilijk. Weet het echt niet. Maar waar is ons huis? Ja, de vraag is eerder, waar ben jij? Ja, ik ben echt verdwaald. Ja, dat merk ik. Ik zie hier wel een schaapje op een berg staan met een babyschaapje. Ik sta hier bij een zee. Hier zijn we nog nooit geweest. Ik moet helemaal naar de andere kant, volgens mij. Ik loop een klein beetje verkeerd, denk ik. Jongens, wat moet ik eten? We hebben geen eten. Rotten flesh kan wel. Ik weet niet of ik daar wel heel goed van word. Ik zou het niet eten als ik jou was. Het is niet zo lekker. Word ik denk ik een beetje misselijk. Dat denk ik ook, Dennis. Oh my god, ik weet even wat ik moet doen. We hebben ook nog strings. Hier was een grasveldje en ik weet dat je die ook kon zien vanaf ons huis. Wat zie jij allemaal? Dan kijk ik even vanaf hier. Wacht, ik ga via deze... Vier! Die had ik bijna niet overleefd. Ik was gesprongen van de berg af en ik had het gewoon bijna niet overleefd. Maar net aan. Oh, en ik zie hier Allee. Een schaap. Dennis! Ja? Er loopt hier een roze schaap? Kan dat? Die is super zeldzaam. Ik ga hem wel killen. Ik wil zijn wol hebben. Dankjewel, schaapje. Even kijken, zo. En dan doen we even hier. Kijk, en hier. Zo. En er loopt nog een koe. Oké, ik heb misschien toch nog wel iets van eten mee straks. Zo, oké, ik heb wat seeds weer geplant. Is deze ook al klaar? Vet. Nee, deze was nog niet klaar. Oh, wat stom. Alle koeienvlees die ze ook hebben, dankjewel. Heb ik bones? Dit nee. Doen we ook mee. Hoe maak je een vishengel? Met touwtjes en sticks. Oké, en dan op welke volgorde? Volgens mij 2 touwtjes, 3 sticks. En dan in de vorm van een vishengel. Oké. Even kijken. Gaan we hier naartoe. Hebben we nog hout? Ja, we hebben nog hout. Maken we daar even sticks van. En in de vorm van een... Oké, ik ga gewoon een gokje wagen dat het misschien zo is. Nee, zo is het niet. Zo maak je geen vishengel. Dennis, is het mag zo? Ik je wat vragen? Ook die, is het zo? Ook die. Dennis, wat zijn jouw coördinaten? Ik ben echt verdwaald. Is het... Dennis! Zo? Wat zijn je coördinaten? Ik zal even kijken, momentje hoor. Even kijken. Zo... Waar zit Dennis? Waar, oh waar? Even kijken. Wat ben je allemaal aan het doen? Nee, mijn game capture gaat uit. Jongens, wacht mijn beeld. Mijn coördinaten zijn snel
x is min 904. Y is 84 en z is 61. Min 904, dan moet ik de andere kant op, denk ik, ja. Min 904. En y is? 84. En y is min 61. Min 61? Oh jeetje. Dan moet... Oh, mijn beeld. Dan moet ik deze kant op. Zo. Hij doet het. Mijn beeld deed raar, jongens. Ik heb het gefixt. Ik was even de coördinaten op deze. Oké, ik heb een visengel gemaakt. Dan gaan we daar maar eens even wat mee doen. Zo, wat eten. Dit erin. Oh, zoveel troep hebben we ook. Ja, dat is niet normaal. Oké, ik ben als het goed is nu op het goede pad, hoop ik. Volgens mij wel, want ik herken dit. Het glasvootje. Oh, oh. Zo. Er staan hier ook mokerveel varkentjes. Iemand zegt, als je niet bent geabonneerd op Dennis, dan krijg je een boete. Ja, dat klopt. Echt waar? Ik krijg dan geen boete, want ik ben geabonneerd op Dennis. Ik ben ook geabonneerd op jou. Volgens mij de bosbrand dan. Even een paar schaapjes meenemen. Hé, waar moet het zijn? Dennis? Ja? Ik ben echt verdwaald. Ik heb een idee. Wat dan? Het is donker, maar wat nou als jij gewoon voor 1 seconde uit de server gaat en dan ga ik gewoon slapen? Dat lijkt me niet zo'n slim idee. Maar waar ben jij? Ik heb een boot gevonden. Ik weet ook echt niet waar jij bent nee, in de buurt. Nee, maar ik heb een boot gevonden. Een boot? Een boot, een motorgrote boot. Laten we hier maar even een broodje van maken. Het is een soort piratenschip. Oh, ik weet ook echt niet waar we zijn, gewoon. Ik ook niet, maar ik ga eerst naar het piratenschip toe. Hallo, Kippie. Sorry, Kippie. Oh, dit voelde niet goed, maar het is niet anders. Wat is er hier allemaal? Ik zie geen kistje in het piratenschip. Oh, jawel! Oeh, wat zit er in het schip? Wat? Dennis! Dennis! Hallo, Berg! Dennis, ja? Dennis! Ik ben rijk. Ik ben wat rijk. Wat heb je? Er die diamonds. Niet 1 emerald, niet 2 emerald, niet 3 emeralds, maar 3 emeralds in de boot! Maar je zei net ook al 3. Oh, ja. En er lag heel veel iron in, en er lag goud in, en iron nuggets, en ik heb al gold nuggets. Dennis? Dit is niet maar normaal. We willen diamonds. Ja, maar ik heb gewoon heel veel emeralds nu al. Kom op, visje, kom op. Dennis? Visje. Dennis, ja. Ik denk alleen wel dat er maar 1 dingetje op zit voor nu. En dat is dat ik eigenlijk hier moet gaan leven. Ja, dat denk ik dan wel. Ik ga een deurtje maken, dan ga ik een bedje maken en dan ga ik proberen hier te leven. Ik weet alleen niet of het gaat lukken, maar ik heb nu gewoon een schip als bed. Als huisje, dit wordt mijn tijdelijk huisje. Wel even een deurtje ervoor. Ik hang ook even een lampje op natuurlijk. Zo, deurtje ervoor. Oh, jij, als jij op jezelf gaat wonen, dan wil ik ook een eigen huisje. Ergens anders. Nee, maar ik vind wil wel terug naar huis. Ik wil Geertje nog een keertje zien eigenlijk. Wow! Maar voor nu wil ik eventjes slapen. Dus kan je even in je bedje gaan? Heb jij een bed? Ja! Oké, ik ga naar mijn bedje toe. Slaap lekker. Wacht, ik ben bijna bij mijn huisje, momentje. Of nou ja, bij ons huisje. Ik wou net zeggen, het is niet alleen jouw huisje. Auw. Oké, ik lig nu in bed. Slaap lekker! Slaap lekker! Ja, goedemorgen! Goedemorgen! Oké. Iemand zei teleport Alex, dat mag niet jongens. We kunnen niet eens teleporten volgens mij. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Het kan niet en het mag niet. Het staat uit. Even kijken hoor. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik moet denk ik maar even wat gaan vissen, want we hebben echt eten nodig. Ja, en vooral als jij terugkomt moet ik ervoor zorgen dieren meenemen, dat we eten hebben. Voor als ik weer thuis kom... Wat ik eerst even doe. Dennis, kan jij mij alsjeblieft een fotootje sturen via mijn telefoon? Met jouw coördinaten erop. Zo kan ik het vinden. Want anders... Ik heb de coördinaten in de chat gezet. Staat het in de chat? Ja. Oh, dan kan ik het wel vinden, denk ik. Min 904, 84 en min 61 staat in de chat. Ik ga even een fotootje van maken en dan ga ik terug naar huis komen. Ja, is goed. Doe jij dat maar even. Dan doe ik even zo.
Pak ik even die sticks. Ga ik even mijn tools upgraden, jongens. Hier hebben we wat eten. Oh, heerlijk. Neem ik me. Oh, dan moeten we wel. Neem ik mijn dingen nog mee. Ik moet ook echt even een extra kist maken. We hebben dus weer hout nodig. Oh, dit is niet nodig. Zo. Een iron zwaard. Oké. Okay. Min 904. 904, dat is daar. Weet ik wat we doen? Toch genoeg. Zo, we doen die ook wel, denk ik. Wat is beter? Is deze beter dan een iron chestplate, jongens? Nee, toch? En oh, de helm ook niet, toch? Oké. Okay. Au. Hey, kom eraan! Tot zo! Er zit nog een kist in het schip, zeggen mensen trouwens. Oh, ik moet nog terug. Oh nee. Oh, onderwaterzombie! Ik hou niet van die onderwaterzombies, die vind ik altijd stom. Oké, weet je wat? Ik ga hier even nuggets van maken. Dan kan ik dit namelijk hier stekken. Dan kan ik dit vleesje meenemen en heb ik nog een plekje vrij. Alrighty. Waar moet dat kistje zitten? Onder water of onder het zand, zeggen jullie. Dan zou die hier moeten zitten, toch? Ja! Jullie hadden gelijk! Wow. Oh, dit is wat zonde. Is een mosblok? Dat is nieuw volgens mij. Ik heb dat nog nooit gezien. Maar ik heb dus een mosblok gevonden. Ik heb een leren hoedje gevonden. Nou, die doe ik gelijk lekker op. Oh, en ik heb aardappelen gevonden, Dennis. Die kunnen we planten. En de pompoen ook. Oké, die neem ik gewoon lekker mee. Dank jullie wel allemaal voor de goede tip. Nu moet je wel echt deze kant op komen, hoor. Ja, ik kom er nu zeker zo snel mogelijk aan, Dennis. Die dingen mag je echt niet kwijtraken, Alex. Wat je ook doet. Dat is zeker waar. Oh, nee. Oké, deze leg ik nog even weg. Dan neem ik nog eten mee. Dankjewel. Oké, top. Oké, ik kom eraan. Oh, top. Ik hoop dat ik hier wat appeltjes van krijg van deze bomen. Als dat überhaupt kan van deze boom. Volgens mij niet. Leef van de oakboom. Ik moet echt ver trouwens, zie ik nu. Zo, hier eruit. Heel deze boom is hakken. Hoi Oscar. Even kijken. Zo, deze kant moet ik op blijven gaan volgens mij. Even kijken. Zie ik het huis al? Nee, nog niet. Maar het moet hier dus ergens zijn. Gewoon rechtdoor moet blijven gaan. Dat staat er tenminste volgens de coördinaten. Ah! Ik leef nog. Alles goed, jongens. Alles goed. Zo, en... Oh, appeltje. Oh, wat lekker. Kom op. Sprong. Ja. Hier, die saplings moeten we wel gewoon pakken. Dat is wel handig. Als het goed is, moet er bijna zijn. Nog zo'n 340 blokken weg ben ik, denk ik. En dan zou ik het moeten zien. Maar waar? Oké. Wow. Oké, dit is een grote cave. Daar wil ik niet in vallen. Stel eroverheen. Oké, is het hier? Zo, deze hier. Daar is het niet. Deze daar. Daar. Kijk eens aan. En dan deze doen we hierin. Wel, het moet wel daar oh, zijn. Oh, dat is ander hout. Oh, nee, niet. Dat meen je niet. 904. Oké, hier zo. En dan rechtdoor. Ik zou er bijna moeten zijn, denk ik. Maar ik zie het nog niet. Dit is een lastige. We zijn op verkenning naar mijn eigen huis. Even kijken. Die bomen moet ik vinden eigenlijk. Even kijken. Welke bomen? Dark oak. Oh, ik loop in een bos vol dark oak. Neem even een paar bomen mee. Oh, hier zijn ze volgens mij ook. Dennis, ik zie onze lava vallen. Of is dit weer zelf? Hey, we zitten aan ik een crafting table. Volgens mij zie ik het huis. Ik heb het. Dennis? Ja? Ik heb het volgens mij gevonden. Echt? Ik denk het wel. Ik ben nu Tarzan. Ik zit door de bomen te springen. Echt als Tarzan. Nee, niet vallen. Niet vallen. Nee, ik moet hier wel vallen. Ik ben dan heel benieuwd waar je bent. Oké, ik ben heel hard naar beneden gevallen. Ik moet wel eten nu. Zo, heb ik meer eten. Die aardappelen kan ik niet opeten. Ik heb bijna geen eten. Oh, ik heb wel eten. Zo. Oh, ik had de dieren eigenlijk gelijk moeten braden en aansteken. Nou, dat is een beetje gemeen eigenlijk, denk ik. En dan hier. Dennis? Ja, Alex? Ik ben er volgens mij. Ik ben nu naar boven aan het klimmen.
zo. En dan... Hallo? Oh. Hallo, is... Ik zie al een geitje lopen. Oké, ik begin het te herkennen hier. Ja, Dennis! Alex! Eindelijk! Oh, ik ben thuis. Welkom thuis. Oh, het is zo goed om thuis te komen als nu. Oh my god, ik ben eindelijk thuis. Hoe is het met Geertje? Ja, Geertje zat volgens mij net te praten met een ander geitje, Alex. Geertje, die zit vast, Dennis. Hoe kan die nou weer praten met een geit? Nou, er was hier een andere geit net. Oh, echt waar? Die kwam hem proberen te redden misschien. Hoezo misschien redden? Misschien dat we er ooit nog een ander geitje in moeten doen. Misschien is het maar hoezo leuk. Redden? Wat? Hoezo zou je redden? Nou, zorg toch goed voor... Oké, nee, misschien kan het wel wat beter. Ik denk dat je het een beetje snapt. Ja. Ja, dat dacht ik al. Maar ik ben zo blij dat ik weer thuis ben. Dat is niet normaal. Zijn dat geiten? Ja, dat klopt. Dit zijn geiten en die zijn geadd in de nieuwe update van Minecraft. Oftewel 1.17. En kijk dan hoe leuk. Hij is me helemaal aan het knuffelen hier zo. En ze kunnen echt mega hoog springen. Ja, dat is niet normaal. Deze geiten zijn echte berggeiten gewoon. Kunnen zo hoog springen, dat is niet normaal. Mensen, klik natuurlijk allemaal op die duimpjes omhoog. Maak ze lekker blauw. We zitten bijna op de 6000 likes. En Dennis, hoeveel zit jij nu bijna? Bijna op de 3000. En Dennis bijna op de 3000. Dus dat gaat super lekker. Dus kunnen we de 6000 en 3000 halen. Dat zou super tof zijn. Dennis en ik zijn namelijk allebei live. En klik natuurlijk ook op de abonneerknop bij beide onze kanalen. Want als je op de abonneerknop drukt, is die niet rood, maar is die grijs. En grijs is een betere kleur dan rood, toch? Wow! Ja, wow! Zeker waar. Dit is dus wat ik bedoel met die te kunnen moker hoog springen. Dit is toch niet normaal hoog die net sprong? Zou je dit weghalen hier? Oh my god. Oh, dat is mijn pilaar. Dat is niet zo slim, Dennis. Die moet je niet kapot maken, hè? Nee, dat is inderdaad niet zo... Oh, we hebben zoveel spullen. Sorry. Oh, dank je. Alsjeblieft. Ik ga even wat kijken of ik wat dingetjes in de oven kan gooien. Wat hebben we trouwens een mini-huisje? Ik ga tenminste even een plekje maken hier voor mijn bedje zo erbij. Zodat we die erbij kunnen zetten. Hoezo zeg je mini-huisje? Je weet toch wel wat we hadden hiervoor? Kijk, nu hebben we mega veel spullen, maar daarvoor niet. Ja, oké, dat is zeker waar, Dennis. Maar we hebben maar 3 blokjes waar we een beetje op kunnen lopen. Ja, we moeten het huisje een beetje upgraden. Maar dat ga ik doen, daar ga ik voor zorgen. Maak je geen zorgen. Dat gaan we ooit nog wel een keertje doen. Eerst moeten we zorgen dat we een beetje de ruimte hebben hier zo inderdaad. Ja, daar ben ik nu mee bezig. We zitten echt in een hoekje gepropt met ons huisje. Dat is niet normaal. Ja, daarom vond ik dit plekje ook niet het beste wat er was. Ja, maar ja, geit liep hier naar beneden. Die wou hier wonen. Ja, dat is waar. En hij heeft besloten. Dat is waar. Dit is ook weer niet een plekje wat heel erg opvalt voor zombies, weet je. Je raakt zelf waarschijnlijk ook je eerste huis heel snel kwijt. Kijk maar naar mij net. Maar zombies gaan het denk ik dan ook niet zo snel vinden als ze er ergens achterlopen in het bos. Dus misschien is dat wel handig. En zo wel, dan komen ze halen. Ja, precies. Dat dacht ik ook. Dennis? Ja? Ik ga denk ik lekker mijn bedje in. Ik ben echt een beetje moedjes aan het worden. Ik weet niet hoe het met jou zit. Nu al? Ja. Overdag? Ben je nog niet moe? Oh. Nou, ja, maar ik wil heel even het huisje afmaken. Oké, we maken het huisje af. Dan gaan we naar het bedje. Ik ga je helpen, ja? Hoe wil je hem af hebben? Nou, hier moet even een randje voor. Kijk, en dan moeten we hier wat stenen hebben. Precies dezelfde als, als de andere kant. Oké, zo. Doe ik voor je. En dan... Daar en daar. Zo, ja, yeah, zo, daar. Zo. Oh, oh. Uh-oh, ja, dat gaat niet zo goed, hè? Met z'n allen alles plaatsen. Oké, doe jij het glas erin, dan doe ik dit zo. Aan de voorkant. Ja, is goed. Ik ga het glas pakken. Het glas ligt hier zo. Die daar zo, en daar. Kijk, zit het hier, aan de andere kant daar. Al in. En daar en daar. Oh, nu hebben we een zoldertje waar we de bedjes in kunnen zetten. Oh, hier moet... Oh, wacht even. Hier moet het ook daar. Natuurlijk nog. Hoppakeetjes. Oké, Dennis. Het staat. Het glas ligt erin. Ook aan de achterkant? Ja, ook aan de achterkant. Kijk maar. Nou, dan vind ik het nu wel tijd om te gaan slapen. Het wordt ook alweer donker, dat zoals je kan zien. Dat denk ik ook inderdaad. Ja, ik vind het een goede dag geweest, Dennis. We hebben lekker veel ik gedaan. Ik ook. Ik heb nog 2 stukjes eten voor je, dus ik zou zeggen, geniet. Ik heb een lekker appeltje. Kijk, oh ja, appeltjes vind jij ook altijd lekker, hè? Heerlijk. En dan kunnen we lekker met een volle maag ons bedje in. Oh, wat is dat nou weer? Die mag jij hebben. Vis? Ja, ik was aan het vissen. Ik heb een visengel gemaakt. Nou ja, dankjewel. Dan eet ik die maar op. Oh, 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 oh.
Oh nee, Alex! Alex! Wow, Dennis, Dennis, wat gebeurt er? Alles is helemaal aan het draaien. Ik heb een half hartje. Ik heb een half hartje. Alles is aan het draaien. Eeuw, ik ben ziek. Jij bent vergiftigd. Nee, ik zei niet dat je moest opeten. Waar moest ik er dan mee? Ik heb honger. Weet ik. Oh, je had het dan even gezegd. Oh, Dennis, ik dacht als souvenirtje. Ik moet ziek mijn bed in. Ja, sorry. Oh, slaap lekker. Doei, Dennis. Dennis heeft me gewoon helemaal zitten vergiftigen hier, joh. Dat is niet normaal. Mensen, ik ga deze livestream wel afsluiten hierbij. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken naar deze stream. Kan iedereen nog op die abonneerknop drukken die dat nog niet heeft gedaan? Dat zou super tof zijn. We zitten namelijk bijna, echt bijna op de 300, of de 400.000 abonnees zelfs al. En mijn doel is om het zo snel mogelijk te halen natuurlijk. Dat zou ik gewoon super tof vinden. Ik ga ook nog een paar mensen een shout-out geven die nu op de abonneerknop drukken. Zoals Mauro en Tommy Tube. Dus blijf zeker kijken. Al wil jij nog een shout-out. Chris Loran, shout-out naar jou. Dankjewel voor het abonneren. Het enige wat je voor die shout-out hoeft te doen is op die abonneerknop te drukken natuurlijk. Deze livestream kunnen jullie zometeen ook allemaal terugkijken als video. Wat super leuk is. En voor de mensen die hem terug hebben gekeken als video. Comment dan eventjes het woordje appeltje. In de comments. Ik ben er super benieuwd naar wie er tot zo lang hebben gekeken. Dat is niet normaal namelijk. Alrighty, zijn er nog een paar nieuwe abonnees die binnenkomen? Klik allemaal op die abonneerknop. Dan wacht ik nog heel eventjes tot het moment dat ze in beeld komen. En dan doen we nog een kleine shout-out ronde. Speciaal voor alle abonnees. Yeah, let's go! Ja, natuurlijk, let's go. Wow, het is echt insane dat we nu al bijna op die 400.000 abonnees zitten letterlijk. Dat is niet normaal. Alrighty. Ik zie nog geen mensen in beeld komen. De notificaties moeten nog binnenkomen, betekent dat dus. Maar in de tussentijd kan ik hier lekker zitten chillen met Okkie. Dit is Okkie. Voor de mensen die me niet volgen op TikTok, volg me op TikTok. Dan ken je Okkie namelijk ook. Mijn TikTok is Alex Klein. Het is degene met het blauwe vinkje. Dus daaraan kan je hem makkelijk herkennen natuurlijk ook, wat super handig is. Alrighty. Komen ze nog in beeld? Ja of nee? Ik weet het niet. Ik zie ze namelijk nog niet in beeld komen. Maar dat is waarschijnlijk wel elk moment. Ik ga maar eens even het lijstje erbij pakken. Ready. Even het lijstje erbij. Dan doen we nog even de laatste paar shout-outjes in stream. Live hier op stream. Game Bandit, dankjewel voor het abonneren op mijn kanaal. Jul, dankjewel voor het abonneren op mijn kanaal. Fabian, dankjewel voor het abonneren op mijn kanaal. Shout-out naar jou. Trampoline-account, dankjewel voor het abonneren. Shout-out naar jou. Klee Jesse, dankjewel voor het abonneren. Chris Lauren, dankjewel voor het abonneren op mijn kanaal. Dikke shout-out naar jullie allemaal. Voor de rest zijn er nog niet echt heel veel dingetjes binnengekomen. Maar ik ga hier... Oh, er komt er net eentje in beeld. J.A.G.D.A., dankjewel voor het abonneren op mijn kanaal. Shout-out naar jou. Dan hebben we ook nog Marco Lam 1, dankjewel voor het abonneren op mijn kanaal. Shout-out naar jou natuurlijk. Nieuw abonnee, Gamehack 1, dankjewel voor het abonneren. Ook een dikke shout-out naar jou. Dan hebben we er nog eentje, namelijk Manouk. Manouk, dankjewel voor het abonneren. Shout-out naar jou. Nieuw abonnee, Tibo, dankjewel voor het abonneren. Echt, ik ga straks lekker slapen. Nu nog niet waarschijnlijk, maar wel straks. Ik ben namelijk al wakker vanaf 4:30, denk ik. Omdat ik vanochtend natuurlijk ook Fortnite het nieuwe seizoen live gestreamd heb. En dat heb moeten voorbereiden. En al dat soort dingetjes. Bedankt voor het kijken naar deze stream. Klik op die duimpjes omhoog. Klik op de abonneerknop. En als je het terugkijkt als video, kan je nu ook op een van de twee video's klikken die hier naast mij staan. Want die wil je zeker.